Middernacht, het begin van maandag 25 juni. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Politie in Limburg heeft de twee mannen vrijgelaten die gisteren waren opgepakt in verband met de dodelijke mishandeling van een man van 23 in Sittard. De mannen uit Sittard blijven wel verdachten in de zaak. Afgelopen dag werd een derde verdachte van 25 aangehouden. Hij wordt dinsdag voorgeleid. De 23-jarige man uit Münstergeleen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in het centrum van Sittard op straat mishandeld. Hij overleed later in het ziekenhuis. De Duitse minister Schäuble wil de politieke macht van Brussel flink uitbreiden. Lidstaten moeten op belangrijke gebieden macht uit handen geven. De Europese Commissie moet volgens Schäuble een echte Europese regering worden, waarvan de president rechtstreeks door de burgers wordt gekozen. Hij zegt dat in Der Spiegel, die morgen verschijnt. Israël respecteert de uitslag van de presidentsverkiezingen in Egypte, waar Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap is uitgeroepen tot winnaar. Premier Netanyahu zei dat hij hoopt dat het nieuwe bewind in Caïro ook het vredesakkoord zal respecteren dat Israël en Egypte in 1979 sloten. Hij noemt vrede van groot belang voor de twee volken. Tunesië heeft de voormalige Libische premier Mahmoudi naar Libië uitgezet. Libië had om zijn uitlevering gevraagd omdat hij tijdens het bewind van kolonel Gaddafi verantwoordelijk zou zijn geweest voor misdrijven. De advocaten van de oud-premier, de president van Tunesië en mensenrechtengroepen hadden zich tegen uitzetting verzet omdat ze bang zijn dat Mahmoudi geen eerlijk proces zal krijgen en mogelijk zal worden gemarteld of gedood. Italië heeft op het EK voetbal de halve finale bereikt. In Kiev werd Engeland uitgeschakeld via strafschoppen. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord. De Engelsen misten twee strafschoppen, de Italianen één. Italië speelt in de halve finale tegen Duitsland. Die wedstrijd wordt donderdag in Warschau gespeeld. De andere halve finale gaat tussen Portugal en Spanje. Die wedstrijd is woensdag in Donetsk. Het weer vannacht overwegend droog, minimaal rond 13 graden. Overdag wisselend bewolkt, in het noorden en oosten ook kans op enkele buien. En het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Welkom terug bij, dat is tamelijk uniek, het tweede deel van Met het oog op morgen. Schrijver Ronald Gebhardt, welkom. Utrechter, if there ever was one, toch? Yes. Ja. Wat doe je dan in wel 50 Amsterdamse cafés? Ik heb mij laten strikken. Strikken, door? Ja, door Jan Bartelsman. Welkom Jan Bartelsman. Hallo. Ja? Met welk idee? Nou, Jan is een fotograaf die overal op aarde interieurs van restaurants en kroegen heeft vastgelegd. We hebben een aantal maal samengewerkt. En hij heeft mij ontvoerd naar een chic restaurant. En bij de vijfde gang mij plotseling een idee voorgelegd dat zo wezenloos was dat ik het niet kon weigeren. Wat was het idee, Jan? Om een kroegentocht te gaan maken door Amsterdam en dan heel veel kroegen te gaan bezoeken. Ja. En dat Ronald erover ging schrijven en dat ik dan foto's ging maken. Ja. Dat is ook gebeurd, maar nou treft me heel veel kroegen. De keuze van die kroegen is buitengewoon willekeurig, zou ik maar zeggen. Ja, helemaal lijkt het wel. Ja, he, want meestal zijn ze boeken van het beste of het leukste of het beste café om door te zakken of weet ik wat. Maar ja, dat is het allemaal niet. Nou ja, als je een kroeg toch gaat houden, dan ga je ook niet van tevoren bedenken, we gaan alleen maar naar hotspots. Wij hebben bedacht, we gaan redelijk ad hoc gewoon kijken waar het leuk is. Homo-cafés zijn geweest, buurtcafés, ja, hotelbar. Het is ook niet eens in bepaalde routes of bepaalde buurten. Want jullie, als je het na zou tekenen, dan kruisen jullie voortdurend je eigen pad. Ja. Klopt ook. We hebben gewoon gedaan waar we zin in hadden. Okay. 50 cafés in 5 dagen. Ja, achter elkaar? 5 dagen achter elkaar? Nou, de waarheid gebiedt wel te zeggen dat bij de 5e dag er een paar dagen tussen zaten. Oh ja, ja, dat hoop ik ook. Want, ja, want Jan Bartelsman, wat werd er onderweg tijdens die tocht gedronken? Nou, eigenlijk overal een fluitje. Want er zijn regels bij het bezoeken van kroegen. En dat schijnt universeel te zijn. En die kende Ronald. Oh ja, en dat is dat je eens alles regels maar één keer mag bezoeken. En je moet overal maar één fluitje drinken in dit geval. Dus we dronken overal een fluitje. Ja, weet iedereen wat een fluitje is in den landen? Een fluitje, dat is een klein vaasje. Een klein Amsterdammertje. Ja.
En aan die regel dat je overal maar één consumptie mag gebruiken, hebben jullie je niet aan gehouden. Want ik heb gelezen, soms wel drie fluitjes. Het is wel eens voorgekomen dat we met de regels hieltje lichten, ja. Beentje lichten, ja. 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 En we hadden natuurlijk ook het probleem, daar konden we ook niks aan doen met die regels, maar we moesten ook cocktailbars bezoeken en proeflokalen waar we jenever moesten drinken. Dus dan heb je gewoon een... Ja. Dus dan, ja, zelfs een keer een cocktail. Dat vind ik echt vreselijk. Cocktail, zelf, ja, een cocktail. Ja. Dat is toch helemaal niet lekker? Ja, dat, is, dat was in de bar van het Amstel Hotel. Ja. Daar staat een barman die daar echt in gespecialiseerd is. Speciale opleiding gedaan hebben. En die jongen keek zo triest uit zijn ogen toen we alleen maar een fluitje bestelden. Dat we hebben hem gevraagd om een martini cocktail voor ons te maken. Ja. En daarna volgden nog een paar cocktailbars die ook erg leuk waren. Ja. Dus. En nou zijn jullie samen de firma Bierkennisinstituut Bartelsmann en Gebhard. Ja, ja, ja. Dat was in het Molenpad, ook een illustre café. En, daar heb je nog boven gewerkt. Daar heb ik nog boven gewerkt. Met een blad dat, waarvan ik het bestaan van de spoorwegen. Van de rails, dat ken je toch wel. Ja, en je had daar een redactie, maar die diende alleen om de jas op te hangen. Juist, en dan gingen we beneden bij het Molenpad. Molenpad was de redactie. Dat was de redactie. Ja. En die hebben we in de route opgenomen. Daar hadden we een illustre ontmoeting met Harold Hamersma. De wijnschrijver van NS Handelsblad. Bij uitstek. Ja. En hij heeft een prachtig boek geschreven, Wijnreis door mijn lichaam, waarin hij waarna hij werd aangevallen door de anti-alcohol-taliban, alsof hij alcohol... De organisatie STAP, om het netjes te zeggen. Ja, STAP betekent Stichting Alcoholpreventie of zoiets. En hij was iets te positief over de geneugte van alcohol. En dan moet ik zeggen dat wij zijn er niet voor om mensen aan de alcohol te krijgen of om alcoholmisbruik te propageren. Maar de zoete roes die alcohol geeft, en zeker de zoete roes in een café, dat is toch ongeëvenaard. Ja. Ja, dat brengt me op de vraag. Jan Bartelsmann Gebhard zei al, je hebt al veel in de horeca gewerkt, heel veel gefotografeerd. Wat maakt de horeca aantrekkelijk qua beeld? Eigenlijk is alles fijn aan de horeca. Qua beeld, je hebt eten, dat is mooi om te fotograferen. Je hebt drinken, dat is mooi om te fotograferen. Je hebt mensen die eten en drinken en plezier hebben. Dat is ook mooi om te fotograferen. Ja, je vooral hebt, mensen, heel veel blije, opgewekte mensen op al die foto's. Ja, je hebt mensen met passie die het werk doen. De barkeepers of de chefs in de keuken. Dus het is allemaal passie en plezier. Het is niet geposeerd, hè? Nou, er zit geloof ik wel een geposeerde foto tussen van... Van Arie Boomsma of zo. Jan wist niet eens wie het was. Dus dat kon ik ben inderdaad niet zo goed in de namen. In de BN'ers. Nee, maar voor de zekerheid vraag ik nog even. Jullie zeggen de volkomen willekeurige keuze van die cafés. Het is toch niet een soort wereldtijdschrift dat een café als het betaalde in dat boek komt, hè, dat we daar achteraf niet krijgen horen. Dat jullie moet, zijn dat, in de val. Er is een horecaboek verschenen van Kluun. En die hebben over het Amsterdamse horecaleven geschreven. Wij hebben uiteraard ons gemeld bij cafés. En gevraagd of het goed was dat we daar rondliepen. Dat was in sommige gevallen niet goed. Die zijn ook niet in het boek terechtgekomen. En we hebben gevraagd van, we zijn met een boek bezig. Willen jullie er een paar afnemen? Ja, en dat gaan ze wel doen. Ze gaan het op de tocht leggen. Juist. Verkopen. Het aantal boekhandels in Amsterdam is met 50 toegenomen. Ja, wie zie je eigenlijk als de doelgroep? Kroegtijgers in dit geval, Amsterdammers, toeristen, fotografieliefhebbers? Ook. Van alles wat. We hebben daar. Kijk, ik vind als schrijver moet je je niet met doelgroepen bezighouden. Ik vond dit zo'n mooi plan om een kroegentocht te houden. Jan is ook niet bezig met wie moet dit gaan lezen. We hebben dit gewoon echt voor ons plezier gemaakt. Het is heel chic en deftig uitgegeven, moet ik zeggen. Ja, het is gewoon leuk om iets te maken dat mooi is. Heb je eigen beheer uitgegeven? Sorry? Heb je het in eigen beheer uitgegeven? Ja. Ik ben fotograaf die meestal voor andere uitgevers werkt en boeken maakt en van alles. Maar heel af en toe dan geef ik ook zelf wel eens een boekje uit. En dat is gewoon een soort... hobby of rol om daar... Het was ook een beetje gebied, eerlijkheid te zeggen, afreageren op een project wat we net hebben afgerond, wat inmiddels verschenen is, ook het nieuwe kookboek van Johnny Boer. Jan is de vaste voedselfotograaf van de Libreien in Zwolle. Ja. Ik heb daar ook voor... Wij hebben samen daar een boek over gemaakt. Wat zei je? Ik heb daar ook voor gewerkt? Ik heb daar een week gewerkt voor een boek.
Als wat? Als kok en als kok. Maar dat was niet butler. Het laatste boek. We hebben elkaar leren kennen, dat is het leuke, bij Eten, Drinken, Slapen. Dan heeft hij en bij Sergio Herman gewerkt en bij Johnny Boer. En dat heb ik ook weer vastgelegd en de gerechten gefotografeerd. Nu de handvraag, project. Heren. De handvraag. Wat is, dat moeten jullie weten na die tocht, wat is een goed café? Een goed café is waar gasten zich thuis voelen. Er zijn politieke partijen die opgeven dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Ja. Jij denkt dat het café de hoeksteen is. Ik vind dat er moet eens een keer een partij komen die het lef heeft om te zeggen dat ook het café de hoeksteen van de samenleving is. En een goed café is een café waar je thuis bent. Ja. En waar je ook op allerlei verschillende tijdstippen van de dag voor andere doeleinden kan zitten. Ja. Dus het is leuk om er te werken. Je kan er koffie drinken. Je kan 's avonds uitgaan. Moet het is altijd moet fijn. Niet een eentje en moet niet een eis zijn. Dat vind ik zelf altijd dat je er in je eentje op je gemak kunt zitten. Dat is mooi gezegd. Die had ik eigenlijk in het boek willen hebben. Nu ik het zo hoor. Misschien moeten we die in een herdruk stoppen. Oké. Okay. Mag er muziek zijn? In het café? Soms wel, soms niet. Ik denk dat het vaak fijn is om muziek te hebben, maar cafés zonder muziek is ook heel fijn. En er zijn erbij die expliciet vermeld staat geen muziek. Want sommige mensen die vinden dat niet. En eten in een café. Vader Abraham zei altijd, in een echt café kun je alleen een hardgekookt ei krijgen. En dat is helemaal veranderd. Ja, dat is helemaal veranderd. In cafés. Er wordt steeds beter gekookt in eetcafés. Met gewoon echt goede producten. En echt goed en lekker gekookt voor weinig geld. Ja. Dus en Ronald, jij beschrijft het nieuwe café als kantoor 2.0. Ja, wij hebben cafés gezien waar jonge freelancers of ZZP'ers, zoals dat tegenwoordig heet, afspreken om daar met hun laptops vergaderingen te houden. En ik heb twee mensen ook aangesproken. We hebben voortdurend mensen aangesproken, maar twee mensen die echt aan het werk waren daar. En zeiden, we hebben wel een kantoor, maar we zitten liever hier. Ja. Ik vind het heerlijk om te werken in cafés. Ik vind dat echt heerlijk. Maar. Behalve kok ben je zelf ook een hele tijd barman geweest. Ja, klopt. In Utrecht ergens. Ik ben de naam vergeten. Flater. De Flater. Kijk je dan anders naar cafés? Ja, zeker. In de tijd dat ik nog in de horeca werkte, want ik heb ook veel in restaurants gewerkt, hadden we geheime gasten. Kijk, sowieso in de horeca heb je gasten en geen klanten. Nee. Ik zag een interview vandaag, volgens mij in de Volkskrant of NRC, daar wil ik vanaf zijn, of gisteren, met Joop Braakhekken. En die zei, ik doe alles voor mijn klant of iets dergelijks. Dat was dan de kop. Fout! Je hebt in de horeca zijn gasten. En natuurlijk, we zijn ook in cafés geweest. Cafés die uiteindelijk het boek niet gehaald hebben. Waar de service slecht was. Amsterdam staat er een beetje onbekend dat in sommige segmenten de service van het personeel wat minder is. Dat als je je vork op de grond laat vallen, dat er iemand langskomt van het personeel om je een nekschot te geven uit onvrede. Maar uiteraard hebben we goed gelet op sfeer en ambiance. Om een voorbeeld te geven, waar alles bij elkaar kwam, dat is het café De Drie Flesjes. Dat is een eeuwenoud café. Ja, in die steeg achter de Nieuwe Steeg Kerk. Achter de Nieuwe Kerk. En waar overigens ook goed gegeten kan worden. Want daar zorgen ze er ook dat de barhappen ook uitmuntend zijn. Café daar komt alles bij elkaar. Daar komt alles bij elkaar. Daar is een waard die je kunt vertrouwen. Een waard. Een waard. Het is een proeflokaal ook. En wij hebben natuurlijk met elkaar gehad, Jan en ik, van wat is nou ons favoriete café? En decorumgebied, dat je daar dan geen antwoord op geeft. Als je 50 cafés. Fuck het decorum. De Drie Flesjes, dat is wel mijn favoriete café. En ik zou het niet kunnen zeggen. Nee. Maar niet om die reden, maar om de reden dat je voor ieder tijdstip een ander café wil. Noem nog even de titel, luid en duidelijk. Het leven, de liefde en de lusten. In 50 Amsterdamse cafés, bars en kroegen, tekst Ronald Giphart, fotografie Jan Bartelsman. Waar is het te verkrijgen, behalve in die 50 cafés, in de reguliere boekhandel? Overal. Ja. Overal. Overal. Heel goed. Dank, heren. Graag gedaan. Goede thuisreis. En we hebben nog lopende zaken af te handelen. Vanavond komt een einde aan de tweede ronde van onze EK-voetbalpool voor oogdeskundigen. Maar twee van de vier overgebleven deskundigen moeten nu afvallen. Helaas is het over voor Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. Zojuist nog haarscherp in de analyse van Egypte. Maar die gisteren voorspelde dat het bij Engeland-Italië 1-2 zou worden. Het werd 0-0. En dus eindigde Bertus samen met Amerika-deskundige Rut Oldenziel met 4 punten onderaan. We zien hen dus niet meer terug in de harde strijd om de fantastische oogvoetbalpoolbokaal. Die zal nu gaan tussen
econoom Roel Jansen en dichteres Ellen Dekwits, die met maar liefst 10 punten 4 bovenaan staat. Zij voorspellen vanaf dinsdag beide een halve finale en de finale. En wie dat het beste doet, gaat straks naar huis met de bokaal. Dat dus dinsdag. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Pieter van der Wielen. Zometeen de slechte Jannen. En ik eindig met een gedicht van Edward van der Vendel. Oude Hannen. Oude handen. Als ik oud ben, wil ik oude handen, die als op de reliefkaart van een basisschool hun gebergte, hun rivieren durven tonen. Verre landen, waar ik in kan wonen, ervaren aderen, vingers met verhalen. Handen die ergens waren, op schouders, om een hart, in andere handen. Aan relings, zwaaiend, aaiend langs de wanden van een huis, ver van hun huis. Handen wil ik vol geschiedenis en aardrijkskunde. Reizigers, na vele avonturen, veilig thuis. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja! Dat was de onvergelijkbaar geestige John Jansen vergaderen met het oog op morgen. En jij bent met enige vertraging welkom bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Heemskerk. En mijn naam is Joanneke van den Bergen. Jan Roos maakt nog steeds een zwerftocht door de bergen van Koerdistan. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt niet inbellen voor het Echte Janne radiospel. Dat slaan we over vanavond. Maar wel op de stelling van vanavond bij Wat een Geleuter. En die is: het milieu redt het prima zonder boomknuffelaars. Dus zo strakjes 0800-1121 is helemaal gratis. Ja, en een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is nou eenmaal genetisch bepaald. Dus ben je samen met Angela Merkel de grote Europese integratie aan het opstarten. Maar roep je in eigen land dat je geen eurofiel bent en dat ze met de poten van onze soevereiniteit moeten afblijven, zoals Mark Rutte, dan ben je dus een ontzettende Johan. Is dat iets voor jou, die Rutte eigenlijk? Nee. Ja, ik vind het wel een ontzettend charmante man. Knapper. Die lach. Ach. Laten we maar gaan kijken wie deze week nog verder een echte Jan of Johan is geweest. Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Daar voor we er helemaal over ophouden, gaan we nog één keer naar Klaas Jan Huntelaar. Ik moet gewoon afwachten op mijn kans en kijken of die nu komt. Slijmbal, ben je terecht verontwaardigd dat je geen eerlijke kans krijgt van de bondcoach en dat zelfs half geblesseerde Marokkaanse prinsesjes de voorkeur blijven krijgen boven jouw bewezen torinstinct, maar slijven vervolgens zo aan het muiten dat niemand ooit nog een bal op je hoofd legt, al kregen ze geld toe, dan ben je toch helaas een domme Johan. En nu maar hopen dat de Zweedse survival toch een beetje helpt en er snel een nieuwe bondscoach komt. Ja, en van de nieuwe bondscoach gaan we naar de nieuwe leider van het CDA, Sybrand van Haarsma-Buma. Wat ik een beetje zie bij Mark Rutte is dat hij in Nederland voortdurend zegt: ach, zo'n vaart loopt het niet. Deel je eerst nog gezellig de koers van het kabinet met betrekking tot Europa? Verwijt je in ene die oude regeerkameraad onvoldoende voor datzelfde Europa te durven kiezen? Afstand nemen van de lijn van Rutte wat dit aangaat is ook afstand nemen van je eigen Jan Kees de Jager. En dat, Sybrand van Haarsma-Buma, is niet alleen ongeloofwaardig. Het laat zien dat je partij nog steeds heel erg verdeeld is. Voor straf raak je weer een zetel kwijt en je bent gewoon een regelrechte Johan. Nou. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou, als jullie denken dat we een beetje hysterisch doen, dat klopt. We zijn een kwartier aan het inhalen in 10 minuten. Dat gaat hartstikke lekker zo. En maar goed, omdat het alweer bijna de laatste keer is dat onze Janneke Echte Janne mede presenteert, doen we eenmalig een thema-uitzending. Jawel, een
thema-uitzending. Het onderwerp is vrouwen en seks. En als deskundige hoofdgast hebben we Ilanique Zanting, psycholoog, seksuoloog en kenner van de vaderlandse seksualiteit. Hartelijk welkom, Ilanique. Dankjewel. Wow. Die hadden we ingestudeerd. Ja. En je bent seksuoloog, ja. En je bent psycholoog. Ja. Wat doe je het liefst? Wat ben je het liefst? Nou ja, de combinatie, hè? Dat is het leukst. Ja. Want het heeft van het een en het ander. Het hoort natuurlijk bij elkaar. Denken, ja, voelen, voelen, denken. Ja, en je kan als seksoloog kan je als basisdiscipline arts zijn, of psycholoog, of maatschappelijk werker. En ik ben dus er een die er eerst ook al psycholoog was. Heb je een specialiteit? Ja, ik denk dat de seksuele dysfuncties, zoals dat dan heet, wel mijn specialiteit zijn. Oh, dus allerlei problemen. Heerlijk, ook mijn seksueel dysfunctioneren is werkelijk legendarisch. Maar we gaan eerst even naar de actualiteit. In dit geval de seksuele actualiteit. Jo-Janneke, pak een beet. Dat is het wat wij tegenkwamen. Een geweldig interessant onderzoek van Jim Faus. Liefde en seks hebben een latrelatie. Het zijn verschillende, doch samenhangende gebieden in de hersenpan. Dat is heel opzienbarend schijnbaar. Want, Ilanique? Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt. Oh jee, nou, wij ook niet, dus maar leg het wat uit. Nou, we gaan proberen. Jim Faus, dat is een Amerikaanse onderzoeker, die heeft zich dus gebogen over het fenomeen liefde en seks. Hè. Seks met liefde, seks zonder liefde, enzovoort, en hoe dat allemaal zit. En hij heeft dus blijkbaar ontdekt dat er toch wel een soort van samenhang in de hersenen. Ja, dus je hebt het lustgedeelte en het liefdegedeelte. Het lust en liefde die hebben twee verschillende kwapjes in de hersenpan. En één gezamenlijke. Nou, de Helen Fisher, die is daar al jaren, al zeker tientallen jaren mee bezig. Kijk aan, Jim Faust, die loopt gewoon achter de feiten aan. Sukkel. Nee, maar die heeft ook inderdaad wel onderzocht dat er in ieder geval verschillende stofjes ook. Misschien dat hij de gebieden heeft herkend. Maar Helen Fisher heeft ook de verschillende stoffen in de hersenen die werkzaam zijn op het gebied van liefde, maar ook op het gebied van verliefdheid. En dat ook echt verschillend is. Hè? Dus liefde en attachment. Daar werken bepaalde stofjes in je hersenen, neurotransmitters. En op het gebied van verliefdheid, echt specifiek op één persoon, dat zijn weer andere neurotransmitters, zeg maar. Ja. Dus hebben wij gelijk altijd dat seks en liefde helemaal niets met elkaar te maken hebben. Nou ja, goed, en dan kom je weer op het gebied van seks. Want die had ik nog niet behandeld. En dat is lust. Nee, dat geeft niet. Maar daar zijn de hormonen natuurlijk, die spelen daar een grote rol in. Zo. Ja, toch Jan? Nou. Dat weten wij. En dat kan natuurlijk allemaal tegelijk samenkomen. Dat kan. Dat is het mooiste natuurlijk. Ja, daar streven we naar. Het kan ook dat niet gebeurt. Ja, en nou zijn er andere ontrustende nieuwtjes die wij hoorden. Nou. Want namelijk vrouwen, die lezen liever een erotisch boek dan dat ze echte seks hebben. En mannen, die kijken liever naar een iPhone. Sterven wij al dus snel uit? Nee, dat zal waarschijnlijk niet zo vaart lopen. Maar inderdaad, er is onlangs weer een helemaal 1 juni. De monitor van Nederland. Dan worden duizenden mensen ondervraagd over hun gedrag. Maar gelukkig in Nederland besteden we ook heel veel aandacht over aan de beleving van seksualiteit. En daar kwam wel in naar voren dat vrouwen minder plezier beleven aan seksualiteit dan mannen. Klopt. Ja, dat hadden wij inderdaad al gemerkt. Dat is inderdaad ongelooflijk, maar dat was onze volgende vraag. Ja, je voelt hem al aankomen. Ja, echt onvoorstelbaar hoe goed dit gaat. 40% van de vrouwen lezen wij hier. Ja, geniet klopt. Niet. En 1 op de 10 heeft zelfs nooit een orgasme. Dat is wel zielig, erg. Joh. Dat laatste vind ik echt erg. Zielig. Ja, ja, hij bedoelt eerst ook, maar 1 op de 10 vrouwen heeft nooit een orgasme. Dat is toch afschuwelijk? Ja, in de zin van nooit. Dat betekent dan ook dus ook niet als je het alleen doet. Mm-hmm. En ja, dat is afschuwelijk, ja. Het zou natuurlijk mooi zijn als je daar een beetje de handvat voor krijgt om dat toch wel te bereiken. Ja, hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Dat heeft verschillende oorzaken natuurlijk. Een van de dingen waar je aan kan denken is dat je als vrouw en als man ook op een andere manier opgroeit. In seksualiteit. Dus je normen en waarden. De manier waarop je daarmee om mag gaan van jezelf. Ja, want plezier hebben in seks is eigenlijk iets wat vrouwen nog steeds eigenlijk niet echt mogen hebben. Ik dacht dat het 1950 was. Ja, maar dat is nog volgens mij nog steeds een beetje in onze cultuur. Ja, dat meisjes worden niet opgevoed met nou, ga maar lekker. Nee, wij wel. Gaan we lekker buiten rukken. Natuurlijk niet. Tuurlijk wel. Nee, joh, ja, joh. Ik denk dat jongens en meisjes daar wel verschillende boodschappen in meekrijgen. Dat denk ik ook. Wat al heel lang bestaat als meisje, ben je een slet als je van seksualiteit houdt. En als jongen ben je een stoere vent. Er is een heel klein verschil tussen van seksualiteit houden en de matras van de school zijn. Nee, maar de jeugd, maar ook meisjes dat krijgen dat niet mee, hè?
Nee, maar dat gedrag dat wordt bevorderd bij jongens. En bij meisjes wordt dat natuurlijk afgeremd. Ja. En bij jongens hangt dat natuurlijk allemaal makkelijk. Zou ik nou eens heel iets anders ingooien? Ik denk dat al die mannen die zogenaamd zo tevreden... ik denk dat er ook een heleboel mannen hele slechte seks krijgen. Dat wij weliswaar niet wel allemaal kunnen klaarkomen. Daar val ik dus helemaal stil voor. Maar jij dat, dat je echt iets hebt van, joh, maar is dit nou alles? Dat wij dan maar zeggen, nou ja, vooruit, het is beter dan niks. Maar ik weet niet hoor, dat is ook geen feest hoor. Nee, goed, als je kijkt naar mijn expertisegebied, de seksuele dysfuncties, dan zie je dat zowel bij mannen als bij vrouwen ook wel veel aanwezig is. Ik denk toch eigenlijk dat dit een beetje ervaringstherapie is voor jou, Jan, of niet? Heb je een leuk seksleven? Ik heb nu uiteindelijk, jeetje kind. Ja, nee, ik heb een hartstikke geweldig. Maar er komt in één keer zoveel. Nee. Maar wat mij wel. Wat ik vind dat we wel ontzettend in clichés dan zijn verzeild geraakt al meteen. De vrouw is let als ze wel mannen heeft. En de mannen wordt het aangemoedigd. Nou, er heeft nooit iemand tegen mij gezegd: jongen, ga jij maar lekker de hele klas neuken hoor. Dat we door ons ook al tamelijk vreemd. Ik kan toch niet ontkennen dat het voor jongens maar dat is ook cool is. Dat, weet je, dat blijft zo hangen. Dat is, ja, dan gaan we het gesprek afrollen en dan kan het al helemaal uittekenen. Nee, en de mannen die genieten meer van seks. Ja, die mannen die stoppen hem er dan maar in. En bewegen drie keer heen en weer en komen klaar. Nou, fijn dat dat genieten van seks is. Ik denk dat die mannen ook stiekem wel eens denken van, nou, het zou toch ook wel geweldig zijn als er is een vrouw is die zegt, jongen, ik ga jou eens even helemaal. Ja, maar dat bijt de slang weer in zijn eigen staart. Want als vrouwen niet van hun eigen seksualiteit kunnen genieten, kunnen ze ook niet zeggen, nou jongens, zal ik jou eens nee, even. Precies. Dus waarom gaan ze niet? Dat zou natuurlijk wel goed zijn als ze dat wel gingen doen. Eigenlijk zijn we het niet fijn. Maar je hebt ook gelijk in de zin van dat de verschillen tussen de groepen is altijd kleiner dan de verschillen in de groep ook nog is. Hè, dus je hebt mannen, en dat is gewoon ook heel breed. Hè, dus je hebt ook mannen die ook niet van seks genieten. En je hebt ook vrouwen die dat wel doen. Hè, maar als je dan statistisch gaat kijken, dan zie je statistisch significante verschillen. Dat betekent als je die groepen bij elkaar neemt. Maar het is altijd nog zo, hè, als je het over verschillen tussen mannen en vrouwen hebt. Hè, die dat verschil of de variatie in zo'n groep is altijd veel groter. Laat ik het dan zo zeggen. Waarom schieten we nou geen dit is een gesprek, dat hadden we 20 jaar geleden precies in dezelfde bewoordingen kunnen hebben. Mee eens. Hè? Die vrouwen nog steeds, het sletverhaal, dat kennen we al. Maar daarmee sluit de spijker op zijn kop. Ja. Dus wat the hell is wrong with us, dat we niet in 20 jaar tijd ook maar het geringste spoortje aan vooruitgang weten te boeken. Of liever gezegd, wat is er met die vrouwen aan de hand? Nou ja, dat zijn natuurlijk ook verschillende dingen die bezig zijn in de maatschappij. Kennelijk niet. Kennelijk zijn we 20 jaar niet bezig. Nee, maar er zijn wel nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld internet en de vrij beschikbare porno, et cetera. En dat, ja, dat, je kan nooit zeggen van, nou, dit is de oorzaak, daar gaan we wat aan doen. He, zo'n maatschappij zit heel complex in elkaar. En, maar dat er goede voorlichting moet zijn en blijven, dat is natuurlijk belangrijk. Ja, want die 40%, dat zijn dus Nederlandse vrouwen, hè? 40% van de Nederlandse vrouwen. Daarom. Dan kijken we toch wel op is er, maar is er dan iets mis met de Nederlandse man? Even, misschien een beetje flauw, Jan, voor jou, maar... Er wordt natuurlijk vaak gezegd, Nederlandse mannen zijn niet zo flirterig, romantisch, hè, uitdagend. Dat vertaalt zich dan ook in bed? Nou, wat ik net zei, dat hier in Nederland besteden we tenminste aandacht ook aan de beleving van die seksualiteit. Vaak als je dan onderzoeken wil gaan vergelijken, dan kom je helaas toch bij dat soort onderzoeken toch vaak op het gedrag, de frequentie van dit, hoe vaak doe je het, hoe, et cetera. Maar niet over, maar wat vind je er dan eigenlijk van en wat beleef je eraan? Ja, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb in menig gesprek dat ik met Nederlandse mannen heb gevoerd toch wel heel vaak gehoord, ja, maar vrouwen die hoeven toch helemaal niet klaar te komen, dat vinden ze toch helemaal niet belangrijk. Ben jij in de studie met een tijdmachine uit de jaren 0 gekomen? Nee, Jan, nee, maar ik praat wel. Ik weet niet of jij eens met mannen praat, maar ik praat wel eens met mannen en ik schrik daar elke keer enorm van. Maar je moet ook geen appels met peren vergelijken. Hè. Dat onderzoek wat jullie aanhalen, die 40%, dat gaat over plezier in het vrije. En het blijkt dus ook dat niks zegt over hoe tevreden je bent over je seksleven. Huh? Dat hangt toch wel samen? Nee. Mag ik Nee. Nou, dan verdienen die mannen en die vrouwen verdienen elkaar. Dat blijkbaar dan. Achter het zit me eigenlijk geen reet of ik bevredigd word. En die man ook niet. Nou, prima. Ja, en daaruit blijkt dus wel dat vrouwen ook wel andere dingen belangrijk vinden in dat seksleven. Waarin dus dan wel wordt aan het toe wordt gekomen. Gaan we niet over knuffelen hebben nu al, hè? Nee, maar dat vind ik onzin. Vrouwen willen toch ook gewoon een orgasme hebben? Nou, blijkbaar niet. Nou ja, de tevredenheid leidt er niet onder. Ja, maar waar haal je dan... Knuffelen, toch op met je knuffelen, Jan. Masseren. Hou op, zeg. Maar ik vind wel dat je veel meer aandacht moet besteden aan dat plezier. Ja, nee, zeker. En dat belangrijk is. Vind jij het belangrijk, Jan?
dat een vrouw, jouw vrouw, klaarkomt? Anders is er toch helemaal niks aan. Daar ga je toch voor. Dat is toch de hele reden waarom je seks hebt. Ik bedoel, anders kan je daarom tenminste goed gaan masturberen. Ik bedoel, ja. Wat een onzin. Natuurlijk is dat zo. Daarom sta ik zo te kijken van die mannen die jij kennelijk in het café tegenkomt. Klaarkomen? Nee, niks van. Ja, maar jij bent de hoofdredacteur van de Playboy. Jij bent een heel apart verhaal. Nou, nee, ik denk het niet. Want ik ken ook een heleboel mannen. En die mannen die zijn allemaal zoiets van... Nee, natuurlijk gaat het daarom. Okay. Ik echt of ik in de jaren 50 gekomen ben. Nou, maar we moeten nu even iets anders doen. We gaan zo verder praten met Ilaniek. Het is een heel druk programma en we lopen een beetje achter. Want de NRC zegt het en dus is het waar. Van Marwijk heeft geen gezag. Huntelaar is een eikel. Van Persie, Boele en Afellay, die zijn een setje. En Van Bommel en Snijder kunnen de leiderschool niet waarmaken. Het is al dus een mooi zooitje. Althans, dat vinden wij. Wij gaan... Sporten met Leo. Hey, goedenacht Leo Driessen. Ja, bijzonder goedenacht. Goedenacht hè Leo. Heb je de NRC gelezen Leo? Nee, ik heb nog geen woordenboek. Wat zeg je nou? Ik heb de NRC uitgebreid gelezen. Ja. En ja, weet je wat het is? Nou. Als jij los van het constateren dat... ik hoor mezelf terug, jongens. Ik ben wel gek op mezelf, maar om mezelf nou terug te horen... Wij hoor je maar één keer, Leo. Dus aan deze kant gaat het goed. Ja, ja, ga door. Maar goed, dat vindt het mijn problemen natuurlijk niet. Maar goed, oké. Okay. Nee, wat ik vind van dat stuk over Huntelaar... Als jij vindt dat een speler de boel verziekt heeft... Dan ben je dus met 23 man, één speler verziekt de boel. Ja. Dan ben je dus als andere 22 geen knip voor je neus waard. Nee, zo. Precies. Dat is eruit. Je bent maar gelijk. Want als Huntelaar nou daadwerkelijk de stoorzender is geweest... waardoor het allemaal mis is gegaan tijdens die EK... dan moeten die andere 22 zich kapot schamen. Nou goed, maar het ging niet alleen om Huntelaar. Hè? De andere jongens waren ook helemaal niet aardig en leuk. Nee, maar ik was een beetje kort door de bocht. Maar ik wil maar zeggen, als iedereen, en dat doen ze dus nu... maar naar anderen blijft wijzen en daar de oorzaak van het probleem legt... dan zullen we het nooit oplossen. Ja, ja. Maar dit is een beetje het EK van de ruzies en de weet ik veel wat. Hè? Want bij Portugal gingen twee spelers op de vuist. Bij de Oekraïne wilde de bondscoachjournalist luisteren. Bij Duitsland zoeken ze naar een mol die de elftalopstelling lekt naar de media. Wat is er aan de hand? Niks. Dat is wel gebruikelijk hoor, Jody. Nee, het wordt echt erger. Het wordt echt erger. Nee. Met dit soort tendentieuze opmerkingen werken zich niet aan mee te werken. Oh jezus, dat is niet Nee, sorry. Of komt er meer naar buiten, Leo? Maar ik denk dat er meer naar buiten komt. Het is natuurlijk altijd wel zo geweest, maar misschien komt er meer naar buiten. Horen wij er meer van? Weet je wat mij dit nou een beetje aan doet denken? Aan deze manier van vragen stellen. Die doet mij nou een beetje denken aan wat ik van de week ook op de radio hoorde. Ja. Het vertrouwen van de consument was weer verder gezakt. En dan sturen ze een verslaggever naar de markt. En er staat iemand die staat wat te kopen. En dan zegt die verslaggever... Ja, u koopt wel wat, maar eigenlijk willen we het niet kopen, hè? U wil het eigenlijk niet kopen, want het gaat slecht in Nederland, hè? Gaat slecht. Dus mensen leggen die sinaasappelen terug en die zeggen... Nou, u zal wel gelijk hebben. Nee, wat filosofisch ben jij maar, zo weet je wat, midden in de nacht. Zullen we dan gewoon wat even iets doen? Dat je zo filosofisch bent midden in de nacht, daar hou ik van. Ja, nee, maar ik bedoel maar... Wat ik eigenlijk wil zeggen in de kern... Natuurlijk is er rotzooi geweest binnen het Nederlands elftal... En komt dat naar buiten, zijn we ook op naar verhalen en verklaringen. Maar ik denk dat de kern van de zaak is dat Bert van Marwijk te lang vertrouwd heeft op dat wat in 2010 lukt, ook in 2012 wel zou lukken. En hij is ervan uitgegaan dat de spelers hun verantwoordelijkheid zouden oppakken en dat automatisch zelf wel goed zouden doen. En dat is niet gebeurd. Dus hij had tijdens die EK van 2012 geen referentiepunten, want had ze nergens op vastgelegd van tevoren. Hij ging er maar vanuit, ach, het ging in 2010 goed. Ik vertrouw erop dat deze jongens het nu weer doen. Maar dat is niet gelukt. Nee, te veel verdetten. En ondertussen is het natuurlijk wel een klein zootje geworden. Maar denk je dat Van Marwijk nou kan blijven? Dat gaat toch nooit meer goed? Ik zag gisteren Kieft bij VI, ja, ongetwijfeld ook. En ja. Die had over Leo. En dat Leo eigenlijk nooit de kans gehad heeft. Omdat ze wilden allemaal kruiven. En er zaten drie grote diva's bij. En de rest die dacht zich ook dat ze heel wat waren. Tot daar Van Tichelen toe. En ja, dus Leo had nooit een kans. Maar dat is nu toch met Van Marwijk is er ook besmet. Dat kan toch niet meer? Nee, ik denk dat wel meevalt. Ja? Ik denk dat als ik ken Van Marwijk als een een integer, een nuchter en een intelligente kerel. Ik denk dat hij erover nadenkt. Als hij zelf door wil, zal hij met een nieuw plan van aanpak komen. En het is zo simpel als wat. Als hij de goede maatregelen neemt, dan hebben we 15 augustus de wedstrijd tegen België. En dan is hij gewoon nog steeds de bondscoach. En degenen die daarin mee willen, die staan keurig op het veld. Hey, maar die spelers die willen niet meer mee. Want dat hoorde ik dus dat als hij Huntelaar nog één keer selecteert voor het Nederlands elftal, dan gaan een heleboel spelers niet meer mee, zeggen ze. Nou, en zeg ik dan maar. Ja? Ja, dan gaat het toch niet? Ja, dat is ook wel zo. Ja, dat dan niet? Gewoon heel pragmatisch.
Nou ja, zo zou ik redeneren. Als de KNVB het vertrouwen uitspreekt in Van Marwijk. Dan kun je als international twee dingen doen. Of ik sluit hierbij mijn interlandcarrière af, of ik sluit me erbij aan. Hé, en wie blijven erover dan, denk jij? Jouw educated guess? Ik denk dat Sneijder erbij blijft. En dat je van daaruit naar beneden toe verder kunt redeneren. Ja. Dus dan ga je gewoon Sneijder sowieso. En dan is het of Huntelaar of Van Persie. Ja. Nou, en dat is dus, dat kun je nu kiezen. Want je weet zeker dat dat niet meer samen gaat. Dus kies je dat van tevoren, dat een van die twee geselecteerd wordt. Maar goed, als je Van Persie eruit gooit, heb je Affalay ook kwijt. Want dat zijn maatjes. Of is het nou, zo? En, nou ja, geef niet. Maar dat kan. Ik redeneer met je mee. Dus nou, Van der Vaart, die wil graag. Die blijft er wel bij. Kijk, het is ook zo. Het is zolang als het breed is. Als spelers uiteindelijk voor de keuze gesteld worden. Echt moeten kiezen, dan kiezen ze voor zichzelf. En als dat is... een interlandcarrière beëindigen of even slikken en toch nog interland spelen, dan zal het laatste zijn. Ja, dat is waar. En nu zag ik gisteren Kieft en die zei echt dat die gasten in 90 echt blij waren dat ze naar huis mochten. Zo erg was het, hè? Ja. Zou je dat nu ook weer hebben? Ik denk dat nu geweest is, ja. Dat de spelers blij waren dat ze er klaar mee waren. Ja. Rijk vreselijk, dat denk ik wel zeker. Hey, en we hebben Spanje, Portugal, Duitsland, Italië over. Wie gaat er winnen? Ja, ik had gehoopt op Engeland. Ik zei nog vanavond ook voor die penalties. Ik zei, dat gaat Engeland winnen, want het is een cadeautje voor ze. Maar ja, goed, die zijn er dus niet meer bij. Dan hou ik het op Spanje. Maar die spelen zo saai, Leo. Saai. Ze spelen helemaal niet saai. Is fantastisch overspelen knap, de hele tijd. En... Ja, dat is dus zo, oh, dat mag ik dan weer niet zeggen. Het overspelen is een beetje het idee van die sport. En op een gegeven moment, als je dan bij de goal bent, lul je hem erin. En die Fransen, die hebben nooit een kans gehad. Het was zulk subliem spel. En al dat gelul dat die mensen, dat het saai is. Oh, sorry. Leo, sorry. Hoor. Dat gaat nee, je hebt gelijk. Ja, ik vond het ook verder van saai. Neem een slokje bier. Ja, nee, maar goed, Petje. Lul niet aan je verstand. Nee. Oh, nou, dit is weer jaren goed, 50 hoor. Dat waren jaren we toch 50. Al gebleven. We zitten dus we de hele avond in de jaren 50 zitten we, Leo. Hey, de beste landen staan er. Je moet er eigenlijk niet aan denken dat Nederland hier tegen had gemoeten. Nou, tegen Engeland had ik ze wel willen zien voetballen. Maar inderdaad, tegen alle andere landen. Tegen Spanje, tegen Duitsland. Wees maar blij dat je daar vanaf bent. Dat u van meemaakt. Nou, Leo, dankjewel. Het was weer geweldig. Week. Ja, vond je het echt geweldig? Ja, vond ik wel. Heel filosofisch. En dan was ik nog maar op 70%. Kun je nagaan. Ja, kan je nagaan. Nou, volgende week jouw revanche. Super. Tot dan, Leo. Leo, mazzel. Tot dan. Doei. Nou. Echte Jannen. Eleniek Zanting is seksuoloog en psycholoog en woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Seksuologen. En ze is onze hoofdgast. En we gaan meteen los met een keihardcore onderwerp. De pornoficatie van de samenleving. Ja, we hadden het er al even over. De porno net als mogelijk opkikkertje van de ingekakte seksuele relatie in Nederland. Maar hey, zijn we als samenleving gepornificeerd? Ja, dan moet je ook even kijken. Wat is pornificatie? Dat was mijn volgende vraag. Seksualisering. Ja. Het is een van de dingen die ik net al aanstipte, is dat porno natuurlijk veel beter en makkelijker beschikbaar is dan tientallen jaren geleden. Dus dat is wel een van de trends, een van de dingen die spelen. Dat, vind jij dat goed? Vind je dat slecht? Is dat erg? Daar zijn verschillende dingen over te melden. Kijk, er is een groep seksologen die ook zegt van ja, porno is redelijk in your face, zeg maar. Nogal, het zijn heftige seksuele prikkels. En als je eigenlijk daar al vanaf jonge leeftijd, als dat zeg maar ook je enige manier is en je merkt van het moet steeds heftiger en het moet steeds vaker en dan kan je daarmee in problemen komen. Ja, het zou zelfs een gevaar opleveren voor de vleeselijke seks, omdat porno afstomt en dat mensen die te veel porno kijken dan eigenlijk geen prikkels meer kunnen halen tussen de lakens. He, dus dat ze zeggen, nou, dat doet niet meer. Dat zijn wel trends die dan wel worden gezien. Maar porno aan zich is natuurlijk niet. Daar hoeft niks slechts aan te zijn. Nee, maar dat is heel politiek correct. Maar vroeger, toen ik jong was, dan had je porno op de Piraten. Eens per maand kwam er dan zo'n bevend Duits stel wat in de missionarishouding een beetje lag te duwen. Ja, daar heeft hij. En heb je het al zo vaak over gehad? Ja, weet ik. En nu zijn we toch wel niet alleen die beschikbaarheid, maar ook de, laten we zeggen, de grofheid, of hoe je het noemen wil, de intensiteit, is opgeschoven. Het is dus min of meer bewezen eigenlijk dat naarmate je meer porno consumeert, wordt de hang naar steeds steviger en steeds excentrieker of grover prikkels. Dat is wel
algemeen geaccepteerd. Dus kunnen we met z'n allen wel zeggen van ja, nee, een beetje porno kan geen kwaad. Nee, dat goed, natuurlijk kan het geen kwaad. Maar als mensen alleen nog maar zitten te masturberen, ja, en het in bed met moeder niet meer leuk vinden, ja, omdat moeder geen drie piemels tegelijk in de poepgat wil, dan zijn we toch op een glijdend pad. Of zit ik er nou naast? Nee, dat klopt. Maar dat is altijd wat je kan zeggen natuurlijk. Te veel is nooit goed. En als je merkt dat het je seksuele functioneren of je überhaupt je functioneren in de weg staat, dan kan je wel, en je kan er ook niet mee stoppen. Nou, dan kan je wel zeggen van, nou, dan kan je wel spreken van een probleem individueel. Maar waar je net naar vroeg was, ja, meer het maatschappelijke ook. Ja, en daar zie je ook wel van, en als je dan bijvoorbeeld naar jongeren kijkt, als dat ook een beetje de enige manier is waarop ze een seksuele voorlichting krijgen. En dan gaat het wel. Dan kan je wel dingen zeggen van dat is misschien niet altijd even goed. En vrouwen worden ook toch wel vaak vrij een beetje als gebruiksvoorwerp neergezet, hè? Ja. Beetje zo, ja, hun plezier is een beetje ondergeschikt aan dat van de man. Het wordt vrij hardhandig met ze omgegaan. Ja, het is heel genitaal gericht. Het porno, nou ja, het gaat om genitalia. Ja, en het idee van porno is natuurlijk dat het een seksuele prikkel is. En dat is de bedoeling daarvan. Maar seksuele prikkels zijn zoveel meer dan alleen die porno. Het is vrij vrouwonvriendelijk, vind ik het toch wel. Ja, ja, maar je hebt gelukkig, ja, heb je porno. Ja, dat porno is toch vreselijk. Dat vind ik zo erbij. Vreselijk. Houd toch op met je knuffelen, Jan. Knuffelen, masseren van tevoren en dan een triopas. Hey, sorry, wat vind jij van porno? Ik vind het helemaal niks. Nee? Jij wel? Waarom vind je dat niet? Het is toch... Jij houdt van vrouwenvriendelijke porno. Nee, eigenlijk. Nee, ik haat porno, eerlijk gezegd. Ik vind het helemaal vreselijk. Maar porno vind ik... Oh, nee, dat vind ik ook weer niks. Ik lees liever een boek, ja, maar daar komen we zo op terug. Daar ben je denk ik niet alleen in. Je ziet ook dat verschil in pornoconsumptie, dat mannen dat nog steeds veel meer doen dan dat vrouwen dat doen. Dat is gewoon een feit. Ja. Maar je hebt het net al even over de jeugd gehad. Hè? Jongeren groeien op met porno, krijgen daardoor een beetje vertekend beeld. Weten jongeren nog wel wat seks is? Wat normale seks is dan, voor zover je dat zo mag noemen? Ik wil zeggen, is er nog wel iets inderdaad. Er wordt ook natuurlijk in voorlichting en in seksuele voorlichting op scholen. En er wordt ook vaak dan op de gevaren gewezen en op veilig, vrij, wat ook natuurlijk heel belangrijk is. Maar seksuele voorlichting en dat zou veel meer moeten inhouden. Hè. Daar zal ook vooral veel aandacht over de beleving en over vooral je grenzen, maar ook vooral je wensen en hoe kan je dat nou duidelijk maken en dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk wel hele belangrijke tools om jongeren ook mee te geven. Hou je dat? Ik snap het ook wel. Ik vind het ook heel zorgwekkend. Als jouw referentiekader inderdaad harde porno is, en dan neem je niet eens de extreme porno, maar gewoon een gemiddeld triootje of een dubbele penetratie, gewoon een beetje middle of the road anale porno. Dat is, dat is middle of the road tegenwoordig waar we het over hebben. Mm-hmm. En dat is je referentiekader. Dat zie je gewoon op het kanaal, op de kabel, als je vader en moeder niet thuis zijn. En denk je, nou, dan komt je vriendinnetje langs. Denk je, nou, dat moet dan kennelijk. Mm-hmm. En het vriendinnetje denkt, ja, hallo, doet zeer. Ja, dag, maar zij doen het ook allemaal. Mm-hmm. Ja, en je hebt banga-lijsten en weet ik veel. Ja, want wat vind jij dat van het fenomeen? De laatste tijd hebben we er veel over gehoord, over die banga-lijsten. Van die top 10 van meisjes op scholen, wie de grootste sletterbak is. Ja, ik weet niet. Ik vind dat ook wel een beetje overdreven. Net zoals er een aantal jaren terug waren. De breezersletjes, de garage. Dus dat is dan extreem, valt op. En daar moeten we dan met z'n allen aandacht aan besteden. Dat is ook zo. Er is gewoon een groep jongeren die is kwetsbaar. En daar moet je gewoon zorg aan besteden. En daar moet je voor opletten. Maar over het algemeen, dan kom ik toch wel weer terug van dat de meeste jongeren wel weten dat porno niet is hoe het in het echt gaat. Dat is echt zo? Dat geloof je ook echt? Ja, dat geloof ik ook echt. De nadelen daarvan zitten veel meer in de beeld. Vorming ook bijvoorbeeld, hè, dat het strak moet zijn, hè, hoe die vagina's eruit zien en hoe ze eruit moeten zien. Er is wel bijvoorbeeld, en dat gaat al van jarenlang terug, en bladen als, dat is een mooie site. Ze durft het niet te zeggen, maar bladen als de Playboy, ik zou het even voor je zeggen. In Australië is dat ook bewezen dat eigenlijk door wetgeving zo gekomen is dat al die binnenste schaamlippen weggeretoucheerd moesten worden. Ja, kijk je even aan, want Jan? Ik heb natuurlijk de man uit de praktijk. Nou, ik de praktijk is dat tegenwoordig vrouwen hun vaginale streek helemaal kaal scheren. En vroeger kon je een prachtige wijdbeense foto maken en dan zag je een grote zwarte dot met haar. Dat was heel erotiserend, want je wist wel wat daar gebeurde, maar je zag het niet. Nou. Tegenwoordig is iedereen kaal en als je het dus fotografeert, krijg je een soort pornoplaatje. Dat is meestal niet de bedoeling, want daar heb je porno voor en wat wij maken is iets anders. Ja. Dus wat ga je doen? Je gaat allerlei poses nemen waarin dat dus buiten beeld blijft. Ja. Waardoor je de suggestie zou kunnen wekken dat een vagina
Tenminste, dat is natuurlijk helemaal verkeerd begrepen. Maar dat de vagina niet mooi genoeg is om te zien. Ja, maar wij doen het om een hele andere reden niet. Maar het effect is hetzelfde. Vrouwen denken dus, oh, mijn vagina of deze vagina is anders. Of het zal wel anders zijn dan de mijne. En waarom verbergen ze het dan? En ja, vrouwen zijn vrouwen. Dus die denken onmiddellijk, er zal wel iets mis zijn. En die gaan dan vervolgens hun schaamlippen afknippen. Wat ik niet goedkeur, nou het goed zal keuren. En zelfs best wel walgelijk vind. Nee, dat klopt. Hè. En die site die ik dan had gezien, daar ging het ook dat er in wetgeving ook zo was, dat als je die binnenste schaamlippen wel zag, hè, dus dat je er wat geflibbel zag, dat dat dan porno was en dat het dan weggeretoucheerd moest worden. Ja. En dat van daaruit, en dat bestaat al heel lang. Ja, het grappige is. En dat inderdaad die pornoactrice is dat nu gewoon met het mes laten doen. Niet en, allemaal en, trouwens hoor. Nee, maar, er is nog heel veel flubber vagina zijn er nog. Maar mooi zo. Het vindt trouwens wel een wortel inderdaad. In natuurlijk, als mannen en zo vagina zien, daar zijn we net bavianen in. Dat werkt op ons lustcentrum. Dus wil je dat niet, dan verberg je het, want dat is nou hoe het werkt. En dat heeft de wetgever dus blijkbaar nogal letterlijk opgevallen daar in Australië. Ja. Dat is inderdaad een slechte zaak, want vrouwen denken dan dat het niet mooi is. Integendeel, het is wel mooi. Ze vallen er onwijs op. Ja, en het is natuurlijk, de variatie is ook prachtig. Tuurlijk. En we moeten toch niet allemaal hetzelfde hebben. Dus, maar dat is ook wel een trend wat ik dan even vanuit mijn praktijk zie. Jonge meiden die inderdaad komen met dat soort vragen. En mijn schaamlippen zijn te groot. Maar ook, en dat gaat al dat zie je al veel meer. Het boenen en het schoonmaken. En het moet helemaal geurloos en en alle douches die worden verkocht. Ja, we gaan verkocht, er zo nog even verder over. Maar ik wil nog één nare vraag over porno stellen. Want dat vraag ik me altijd af. Ik heb namelijk vaak gehoord dat vanuit de wetenschap is gebleken eigenlijk dat er een positieve correlatie is tussen de hoeveelheid harde porno die mannen kijken en de mate waarin zij agressief seksueel gedrag vertonen. Dat vind ik toch wel een zorgelijk verband. Heb jij daar vaker over gehoord? Nee. En ik weet ook niet welk onderzoek dat is. Ik ken wel onderzoeken over zorgelijke verbanden die dan niet echt zijn aangetoond. Maar ik denk als er zorgelijke verbanden zijn, dan is dat altijd een groep kwetsbaardere mensen. En die ook met een overdaad aan eigenlijk alles. Online gamen of wat dan ook uit de band schieten. Maar kun je voorstellen dat die harde porno dat effect heeft? Op mannen die daar een beetje gevoelig voor zijn? Nou ja, goed. Het is waar je het net over had. Over het beeld naar vrouwen toe. En het beeld van wat is seksualiteit en wat gaan we dan doen. En dat het alleen maar tot één ding moet leiden. Dat orgasme. Ja, dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Als het daar nog bij bleef, dan was viel nog wel mee. Maar goed, we gaan nu toch echt even verder. We gaan hier zo direct over verder praten. Jantje Roos, die zit in de Huifkar in Ierland. Maar het geeft allemaal niets. Het is namelijk nu tijd voor La Vie Jojanneke. Badder, 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 ach badder. Je naam alleen al doet me tintelen. Denken aan exotisch fruit. Een sprookjesultan uit 1001 Nacht. Een fakir die dansend goochelt met kracht en macht. Opeens ligt die naam, Badr Hari, op ieders lippen als een toverspreuk. Een grootse nationale sportheld ben je, benadrukt iedereen plots. Want die zijn welkom, Badr, nadat we in Oekraïne een dik dozijn zijn kwijtgeraakt. Estelle is heus niet op haar achterhoofdje gevallen. Wie wil er nou nog een Nederlandse voetbalvrouw heten? Die titelbadder die schittert nu niet meer. En alsof het zo heeft moeten zijn, omarmde zelfs Eberhard van der Laan jouw sport onlangs. Stelde dat kickboksen voor probleemjongetjes een uitlaatklep kan zijn. Een community die ze juist op het rechte pad kan houden. Jouw timing om te shinen is simpelweg perfect. Zo schattig dat jij als 7-jarige in Amsterdam-Oost al met je kickboksvuistjes begon te zwaaien om loeigoed te worden. De enige manier, dacht je, waarop een Marokkaans jongetje wat respect kon krijgen. En zo schattig. In december zet jij een kerstboom op. Het subtiele sprankje hoop voor de multiculturele samenleving, Badr. Soms drink je zelfs een glaasje wijn. Ik hou ook van wijn. En van Marrakesh. Net als jij. Ik boks inmiddels ook, Badr. Bij mijn Giro Gym in Amsterdam. Doe mijn low kicks en rechts directe. Roep op zijn lever. Op zijn maag. Je weet het nooit. Misschien wandel jij op een dag wel binnen. Tja, je hebt net een baby met een andere vrouw gekregen die je nu verlaat. Maar dat laat wel zien dat je van kinderen houdt, toch? En tja, je hebt ook buiten de ring wel eens wat mensen helemaal lens getemmerd. Maar die hadden het er vast zelf naar gemaakt. Ze sloten jou er even voor op. Maar dat is ook wel weer stoer. En daarna ging je een klooster in om over jezelf na te denken. Vervolgens sprak je wijze woorden. Ik kan gewoon te veel verliezen, zei je. Door nog zo'n misstap.
Een partij missen, zei je, dat betekent groot geld missen. En dat wil ik niet. Misschien was dat een wat verkeerd motief. Maar het laat wel zien dat je je financiën graag op orde hebt, toch? Je bezit zo'n 5 miljoen. Genoeg geld om leuke dingen mee te doen. Maar misschien net te weinig om van je huis een CIA-hoofdkwartier te maken... om je vrouw mee te bespioneren. Maar dat is alleen maar goed. Je hebt er hard aan gewerkt een badder te worden... die weer een voorbeeld kan zijn voor anderen, zeg je nu. Dat vind ik mooi. Net als je spieren trouwens. Je sixpack. Je 27 lentes. Je Ray-Ban zonnebril. En je sexy baard. 1,80 meter gratie noem je jouw stijl. Ik weet niet of je het weet, badder. Maar ik ben net zo lang. Ja, tussen badder en Estelle zal het wel heerlijk goed en lekker zijn. Maar niet alles is koekenij in de Nederlandse bedden. Van erectieproblemen tot vrouwen die niet kunnen klaarkomen. Van onhaalbare schoonheidsidealen tot jammerlijke SOA's. Eens kijken of we de wereld een mooiere plaats kunnen maken met onze hoofdgast Ilanique Zanting. Nou, precies, want we hebben nou een hoop ellende gehad. En ik was bijna gaan vragen, wat is er mis met de seks in Nederland? Maar we gaan nu even vragen, hoe kan het beter met de seks in Nederland? Hoe kan het beter? Voor ik hier van verdriet achter mijn microfoon vandaan val. Wat een troosteloze toestand. Nou, je moet altijd beginnen bij het begin. Oké. En wat ik net al zei, ik denk dat... Het voorspel. Dat, oh, ik dacht meer aan de voorlichting aan kinderen. Oh, de voorlichting, dat klopt, ja. Hè, dat we ervoor zorgen dat dat wat te zien is op internet, vrijelijk en et cetera... dat dat niet het enige is wat ze krijgen. En dat we dat op scholen gewoon goed regelen. Ik denk dat dat een van de eerste dingen is waar je mee moet beginnen. En hoe kan het verder beter? Ik denk dat, dat plezier waar ik het net over had... daar moet gewoon ook aandacht voor zijn. Ja, het CDA wil daar natuurlijk een stokje voor steken... voor die seksuele voorlichting op scholen. En dat proberen ze elke keer maar tegen te houden. Dat moet gewoon verplicht worden. Ja zeker. Dat je dat niet zou willen, dat is gewoon eigenlijk een beetje bijzonder. Zijn we in Nederland... goed in seks? Eigenlijk is het net al gebleken van niet. Maar zijn we in Nederland een beetje goed in seks? Of waar bevinden wij ons op de wereldranglijst sekskunde? Nou ja, maar ik zeg net dat we hebben het al over genot. We hebben het al over plezier. Dat is kennelijk al heel wat. Ja. Maar zijn we goed? Zijn we goed? Ja, dat weet ik zo niet. Ik ben niet een wandelende encyclopedie. Hoezo niet? Staan ze bij jou in de praktijk in de rij? Oh, mijn man is zo goed, ik word er doodmoe van. Of zeggen ze, mijn man is zo slecht, ik word er helemaal gek van. Nee, kijk, als ik vanuit mijn eigen ervaring natuurlijk, klinische ervaring ga praten. Ja, ja. En dan kijk ik natuurlijk ook maar een gedeelte en dan... eigenlijk alleen maar de gedeelte waar het niet goed gaat. Alleen dysfunctioneel. Dus ja. Er zijn natuurlijk, er is een groot gedeelte waar het gewoon wel goed gaat. En waar mensen kunnen genieten. En er met elkaar over kunnen praten. Over die wensen en over die grenzen. En waarin dat eigenlijk... Maar vrouwen praten bijvoorbeeld heel moeilijk met elkaar, Jan, over, dat weet jij misschien niet, maar over masturberen. Dat is een taboe. Nou, Sex in the City misschien iets minder, maar het is nog steeds iets waar ze niet graag, we niet graag over praten. Nee, dat is wel een dat is een heel individueel iets. Ja, vrouwen en mannen denk ik niet hoor. Dat en dat ook nog eens tegen elkaar bijvoorbeeld uiten. Dat dat gebeurt inderdaad regelmatig. Dat pas bij mij in de spreekkamer ter sprake komt. Ja. Dan wordt er, en eigenlijk gaat dat altijd dan wel goed. En snappen mensen dat je dat ook gewoon tijdens een relatie doet of kan doen. En dat het ook een andere vorm van seksualiteit is. En, maar dat het, het is natuurlijk enorm privé. Hè? Met z'n tweeën is al privé en in je eentje al helemaal. En ik weet ook niet of je alle taboes nou per se moet willen of moet doorbreken. Er mogen ook toch best nog wel dingen privé zijn waar je... het is toch niet zo dat je nou per se... dat iedereen nou op Facebook moet zetten van... Nou, nee, zo, lekker rustig morgen. Mag je daar toch wel over praten? Het mag wel, hè, als je dat wil. Maar er mogen toch ook wel wat dingen taboe zijn. Ik denk niet dat we daarna moeten streven om alle taboes te doorbreken. Dat ben ik een beetje waar. Maar als we kijken dat 1 op de 10 vrouwen gewoon niet klaarkomt... en 40% geen plezier heeft in seks... dan zeg ik, nou, laten we een paar taboes doorbreken. Nou ja, precies. Maar ben je dan niet een beetje... Je hebt gelijk namelijk, ga ik nu zeggen. God, zou je toch zeggen... Nee, ja, maar echt, ja. Jongens. Dames en heren, jongens en meisjes, dit is vanavond echt gebeurd. Ik heb het eerlijk moeten toegeven. Jojo van den Berg heeft gelijk. En weet je waarin ze gelijk heeft? In het feit dat als je na 22 jaar woestvingeren nog steeds niet klaarkomt... dat het misschien wel handig is om daar eens met een vriendin over te praten. Ja.
Ja, nee, absoluut. Maar ik denk... Daar valt ze even stil van. Nou ja, ik denk dat dat plezier in vrijen en om dat te bevorderen bij vrouwen... er niet per se misschien alleen maar in ligt... in dat ze dan ook een orgasme kunnen krijgen. Ik heb altijd gehoord dat het wel helpt. Ja. Ze stekken nog meervoudige orgasmes. Die zijn zeer bevorderend voor het plezier. Ja, ik denk wel dat het goed is voor vrouwen om daar meer op onderzoek in te gaan. Hè. Wat er vaak gebeurt, in ieder geval wat ik zie, hè, dus als het niet zo goed gaat, is dat vrouwen eigenlijk seksualiteit ook meer zien van, nou ja, het overkomt me. En ik geef het zo van, nou, doe er maar wat mee. Nou, en dan, Henk moet weer. Ja, als je, nou, maar ook vanaf het begin eigenlijk al. En dat ze eigenlijk helemaal nog nooit hebben stilgestaan bij, hé, maar wat wil ik nou? Wat zijn nou mijn seksuele prikkels? Waar raak ik nou opgewonden van? Precies. En dat ze het al vanaf het begin uit handen geven. Maar dat komt door dat taboe gebeuren. Dat kan, dat daardoor komt. Maar nou, in elk geval, inderdaad, of heb je er gewoon niet zoveel belangstelling voor? Tuurlijk wel. Nou ja, tuurlijk wel. Dat zeg jij. Dat, ja, maar dat weet ik. Hele seksuele vrouw bent. Nou, maar... dat valt ook wel mee. Oh, maar ik denk er wel eens over na. En je moet het ook een beetje leren om daarover na te denken. Ja, om ermee bezig te zijn. Maar ik wil niet zeggen dat ze het niet leuk vinden. Nee, maar als dat niet als prioriteit, mannen zijn er nogal door geobsedeerd. Dus dat is voor ons heel belangrijk. Omdat het ook mag. Ja. Maar als je dat vrouw nou niet hebt en denkt van, ach, nou ja, een fijne boswandeling is ook leuk. En als Henk nou twee keer in de week wil, dan zucht ik wel twee keer en is die man ook weer blij. Kan toch ook? Nee, geloof ik niks van. Maar dat maakt niet uit. We gaan even door naar een heel ander onderwerp, namelijk prostitutie. Maar het is wel zo dat per persoon ook verschilt. Tussen vrouwen kan dat ook verschillen, tussen mannen ook overigens. Maar... Zo, nou, je hebt er ook saaie mannen bij, hoor. Nou ja, jij noemt het saai. Maar die ook gewoon andere prioriteiten geven. En daar is op zich natuurlijk ook niks mis mee. Vissen. Vier. En ook de reden, en waarom ga je seks hebben? Dat kan natuurlijk ook van persoon tot persoon verschillen. Ja, om er toch een beetje van te genieten, hoop ik, toch? Ja, maar er kunnen allerlei verschillende redenen zijn om te laten zien dat je van iemand houdt. Of om je geliefd te voelen, om je sexy te voelen. Om een stukje spanning kwijt te raken. Ja, voor ontspanning, omdat je verveelt, omdat je geld wil verdienen. Er zijn allerlei redenen om seks te hebben. Ja. Ja, nou, er wordt heel veel. Mensen hebben heel veel seks in Nederland, ook op de Wallen. Daar wilde ik eigenlijk even naartoe, Jan, met jouw permissie. Ga ik maar. Want, nou goed, Nederland is natuurlijk het land van de prostitutie, van de rode ramen en de roze buurt. Wat vind jij van het signaal wat daarmee wordt afgegeven? Nou, ik denk niet dat alleen in Nederland gebeurt. Het is natuurlijk heel flauw. Nou, maar ergens in de wereld, waar staat Nederland onbekend? Dat is Cruijff en Drop en de Wallen. Ja, omdat wij daar misschien op een andere manier mee omgaan. En zeggen van, goh, we willen dat beter in de hand kunnen hebben. En dat kunnen we in ieder geval, de eerste stappen maken, is door dat legaal te maken en te zorgen dat de goede voorzieningen er zijn. Nou, dat lukt ook nog niet altijd. In de prostitutie gebeuren nog steeds... Ja, klopt. Waar ze zeggen wat fundamenteel verboden moet blijven, waar mannen ook echt worden, laat maar zeggen, onthuld, hoe noem je dat, aangeklaagd. Ja, waar mannen, waar de boete in Scandinavië zegt, de hoerenloper krijgt de boete, zeg maar. Krijgt een boete of een gevangenisstraf zelfs. Mm-hmm. Ja. Ik vind dat persoonlijk wel een sterk signaal wat je als land afgeeft. Wij tolereren het niet dat vrouwen op deze manier geëxploiteerd worden. Wij tolereren het niet dat vrouwen op die manier neergezet worden. Ja, maar dan ga je er dus vanuit dat het alleen maar vrouwen zijn die inderdaad geëxploiteerd worden. En er zijn natuurlijk ook genoeg vrouwen die werken in de prostitutie. En die daar een bewuste keuze in maken, die daar plezier aan hebben. En die dat wel op die manier doen. En even los van alle misstanden die gebeuren in de prostitutie. Maar wat dat betreft kan je beter kijken naar van, ja, maar waar hebben die vrouwen het meeste last van? Dat is toch van de stigmatisering van. Ik denk dat ze vooral last hebben van 30 keer per dag een vieze vent op je hebben liggen waar je helemaal geen zin in hebt. Op een vervelende, harde, liefdeloze manier. Ja, maar goed, dan moet je dus kijken hoe je dat dus ook zo goed mogelijk kan inkleden. En dat is inderdaad niet voor zonder condoom voor een paar eurotjes dat doen. Ja, en als dat gebeurt, dan moet je dat kijken of je dat toch kan oplossen. Maar daar zitten vaak weer hele andere problemen onder. Vrouwenhandel. De vrouwenhandel. 80% van de prostituees en op de Wallen. De drugsverslaving, et cetera. En daar moet zeker...
wat aan gedaan worden. Dat is een schrikbarend hoge getal. Natuurlijk 80% is de schatting van de vrouw op de Wallen, is het de slachtoffer van mensenhandel. Maar goed, de vraag is eigenlijk, zijn wij in Nederland niet tolerant? Dat wil je weten. Ja. Nou ja. Het is misschien moeilijk voor jou om te beslissen. Om te bepalen. Maar ik denk dat. Nou goed, inderdaad, dat is dan mijn persoonlijke mening. Maar ik denk dat met verbieden en het nog meer marginaliseren. Dat je het daar in ieder geval niet mee oplost. Ja. Is het slecht voor mannen om naar de hoeren te gaan? In welke zin? Nee, is het slecht voor je huwelijk, voor je relatie, voor je vriendin? Voor je moreel besef. Voor je erectie? Nou, weet ik veel. Nee, ja, ik denk dat prostituees voor sommige mannen ook zeker een hele goede manier zijn om toch ook intimiteit te kunnen beleven in hun leven. Ja. En we weten wel dat dat ook wel hetgene is wat je meer tevredenheid kan geven. Ja, okay. En nu gaan we naar het nieuws. Tot zo! 1:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse Moslimpartij heft zichzelf op. Volgens de voorzitter en de penningmeester is er nu geen plaats in de landelijke politiek voor een partij die is gebaseerd op de islam. De twee hebben hun bestuursfuncties daarom neergelegd en daarmee is de partij feitelijk opgeheven, schrijven ze in een verklaring. De Nederlandse Moslimpartij werd 5 jaar geleden opgericht en deed in 2009 en 2010 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in onder meer Venlo, Almere, Rotterdam en Den Haag. Dat leverde geen enkele zetel op. Deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september kreeg het bestuur organisatorisch niet voor elkaar. Italië heeft op het EK voetbal de halve finale bereikt. In Kiev werd Engeland uitgeschakeld via strafschoppen. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord. De Engelsen misten 2 strafschoppen, de Italianen 1. Italië speelt in de halve finale tegen Duitsland. Die wedstrijd wordt donderdag in Warschau gespeeld. De andere halve finale gaat tussen Portugal en Spanje. Die wedstrijd is woensdag in Donetsk. De Duitse minister Schäuble wil de politieke macht van Brussel flink uitbreiden. Lidstaten moeten op belangrijke gebieden macht uit handen geven. De Europese Commissie moet volgens Schäuble een echte Europese regering worden, waarvan de president rechtstreeks door de burgers wordt gekozen. Hij zegt dat in Der Spiegel die morgen verschijnt. De politie in Limburg heeft de 2 mannen vrijgelaten die gisteren waren opgepakt in verband met de dodelijke mishandeling van een man van 23 in Sittard. De mannen uit Sittard blijven wel verdachten in de zaak. Afgelopen dag werd een derde verdachte van 25 aangehouden. Hij wordt dinsdag voorgeleid. De 23-jarige man uit Münstergeleen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in het centrum van Sittard op straat mishandeld. Hij overleed later in het ziekenhuis. Het weer vannacht overwegend droog, minimaal rond 13 graden. Overdag wisselend bewolkt, in het noorden en oosten ook kans op enkele buien. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jo-Janneke van den Berg. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Heemskerk. En ik ben Jo-Janneke van den Bergen. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kan straks gratis 0800-1121 bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: het milieu redt zich prima zonder boomknuffelaars. Maar nu eerst. Ja, zoals alles is ook de menselijke seksualiteit onderhevig aan trends en mode. Echte Janne wil er graag bijblijven. Dus vandaar dat we onze hoofdgast vragen: wat zijn de trendy kunstjes voor de liefdespanter van vandaag? Kom maar op. Take it away. Nee, we gaan eerst even praten over de trend, de hype, mag ik wel zeggen, van het moment. Het boek 50 Shades of Grey. Je hebt het nog niet gelezen. We hebben het allemaal gelezen, behalve jij. En Jo ook. Nou, het gaat heel in het kort. Het is een soort boeketreeks met porno. En ja. Dat is zo jammer. Het gaat over een meisje, het Anastasia heet, een jonge student die in de ban komt van... Weet ik weer? Christian Grey. Christian Grey, een magnaat van 29. 27. Met volle lippen, broeierige ogen. En koperkleuren. Een hele vieze hobby. Hij is namelijk dominante man. En hij heeft een martelkelder. En hij wil best met deze Anastasia. Maar hij kan zijn verwrongen kijk op de liefde niet loslaten. En zij wil hem toch hebben. En het wordt een strijd tussen ware liefde en gore seks. En het is bar geil.
Ja, en het is een mega succes. In Amerika wordt elke seconde een boek van dit Fifty Shades verkocht. Ook Nederland gaat nu zwaar om, voor de bijl. Zwaar voor de bijl. De eerste vertaling is uit. Er zijn drie delen namelijk. Ja. Ik ben bij deel 2. Het loopt goed af. Jij hebt het allemaal... Nee. Okay. Deel 1 had ik het wel gezien. In ieder geval, waar komt dat door? Wat is die fascinatie? Is het gewoon omdat het een mooi boek over seks is? Of gaat het ook over dat SM-gedeelte ervan? Wat vrouwen zo leuk vinden? Nee, ik denk dat het meer over de fantasie gaat. En wat je net al noemde, ik denk dat vrouwen ook vooral daaraan kunnen relateren. Dat hun seksuele prikkels met lezen en fantaseren en daar wat mee doen. Dat goed werkt voor vrouwen. Nou, ik hoor heel veel vrouwen ook zeggen, de kleding en het huis wordt ook zo mooi beschreven. Ja, dat je echt, en die man is zo rijk. Ja, maar dat het heel smaakvol is overal. Een van de belangrijkste dingen die werken zijn dat je inderdaad kan inleven. Ik weet niet hoe dat is in deze roman, maar voor een vrouw dat je er haast inderdaad het kan voelen en je er goed kan inleven. Het schijnt ook zo te zijn dat vrouwen in deze tijd moeten werken en gezin, alles. Ik vind het ook een lekker gevoel dat even niks hoeven, dat er voor ze gezorgd wordt, dat ze even de handjes. Gebonden kunnen houden. Ja, maar dat is een heel belangrijk aspect. Ja, dat is het SM-gedeelte. En dat slaat dus heel erg aan. Daar zit een metafoor in schijnbaar. Is dat iets wat jij herkent? Ik weet dat de SM-fantasieën sowieso altijd wel populair zijn geweest. En net zoals voor vrouwen ook wel verkrachtingsfantasieën zijn ook populair. Maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat vrouwen dat graag willen. Hè? Laat ik het heel duidelijk over zijn. Maar als je het gaat hebben over fantasieën, dan zijn verboden dingen. Nou heb je dus... er is een hele grappig filmpje doet rond op YouTube. Een soort fake Amazon reclame. Je het boek kunt bestellen. En dan zie je dus constant die moederdagtafereeltjes. Dat kindjes en vader binnenkomen met een dienblaadje. Met sinaasappelsap en een bloemetje en een rommeltje en een tekening. En dat moeder dan wil te masturberen bij dat boek. Dat zo erg is. Dat een hilarisch filmpje moet je even opzoeken. Okay. Maar wat mij dus... Als man, hè, je hebt zo'n seksleven waar we het over hebben. Zo'n twee keer in de week. Nou, eigenlijk geef ik er niet zoveel om. En plotseling kom je er dus achter dat je vrouw in vuur en vlam staat van een boek waarin constant, het begint, pagina 3 is dus al deep throaten meteen. Ze is maagd, hè? En meteen al zo'n lat van 30 centimeter door de keel gehad. Dat wordt veel romantischer beschreven. Dat is helemaal niet romantisch beschreven. Hij stoot knoert hard die enorme pad. Hij heeft een hele grote lul, heeft hij ook, Janneke, ja of niet? Tuurlijk, hij is rijk, hij is jong, hij is knap, hij heeft een grote penis. Zij heeft geen gag reflex, dus allemaal niet. Dus ze komt er drie keer van klaar van de deep throat alleen al, hè? Dat is dus even het niveau waar we het over hebben. Het wordt alleen maar ze erger. Ze kwam klaar door de tepels. Oh ja, de tepels, tuurlijk. Dat was ook wel opmerkelijk. Precies. Dus, en de scène 2 is... Scène dat twee, kan een vrouw klaarkomen door puur en alleen stimulatie van haar tepels? Ja, dat kan. Alles kan. Wist je goed, hè? Daar ben ik stil van. Dat wist ik wel, hoor. Dat gebeurt elke keer. Nee, maar laat ik de vraag even afmaken. Dus dit gaat harder en harder. Rijzwepen, toestanden, slaag, de hele... Dus jij kijkt als man stiekem eens in het boek wat je vrouw aan het lezen is. Ze is namelijk een salsa les. En zegt even, ik doe toch godvergeven. Misschien moet ik er ook wel voor de billen slaan. Of niet? Is het heel raar? Is het geen signaal aan die man van, nou, Sjoerd, het mag best wat steviger dan dat geaai en gevrijf wat je altijd doet? Nou, ik denk dat aangeven van die wensen, dat daar nog wel wat in te halen valt. Zie je wel? Het is die eeuwige taboe. Maar nogmaals, een fantasie is een fantasie. Maar zit daar nou niet een groot probleem? Ik denk dat heel veel mensen fantaseren over allerlei dingen. Nee, en in een fantasie is altijd alles leuker. Maar is het nou niet zo dat dit is wel aangeeft dat mannen en vrouwen, laat ik het dan neutraal zeggen, elkaar het nog steeds niet vinden in aangeven wat ze eigenlijk in bed willen? Misschien is dat het. Maar dat heeft twee kanten natuurlijk, hè? Ja, mannen moeten alles maar gewoon proberen. Dat is wel wat het meestal dan is. Hè? Dat je dan denkt van, nou, ik ga eens heel voorzichtig kijken of ze daarvoor in is. Dan moet je, heel vervelend voor mannen is dat, hoor. Dat je altijd maar weer die grens moet zien te verleggen. Van, ja, misschien vindt het wel lekker, maar misschien krijg ik wel weer een tik op mijn neus. Waarom zeg je dat niet gewoon? Ja, ik wil ook graag in mijn poepert genomen worden. Omdat het dat taboe weer is, Jan. Nou, ik zou het prima vinden. Vrouwen zijn bang om een slet gevonden te worden als ze dat door doen. Door je eigen man, hoezo? Nou, dat zit er nog in. Jaren 50, wat je zegt. Echt waar.
Ironiek, zeg nou eens wat van. Nou, ik denk als je als man probeert om dat te doen en te stimuleren, dan krijg je namelijk natuurlijk ook te maken met de dynamiek tussen twee mensen. Ja, en daar is dan al iets in gaande. En dat je dan misschien iets in gang zet of iets versterkt, wat bij die vrouw juist niet de opwinding bevordert, maar dat weer wegneemt. Een soort van prestatiedruk. Of, dus je kan dat niet zo één op één zo zeggen. Kijk, wat voor vrouwen goed is, is om dat zelf te ontwikkelen en of zelf te ontdekken en daar zelf mee aan de slag te gaan. En het werkt gewoon nooit als je dat door een ander gepusht krijgt. Gaan vrouwen daarom zo vaak vreemd tegenwoordig? Dat ze dat ergens anders veilig gaan proberen en dat hun man dan thuis zit en niet denkt dat ze naar salsa zijn? Nee. Heb je toch met salsa? Ik weet niet. Dat is een hele goede smoes. Daar kan je namelijk flink, zweten en dan kun je ruiken. Ja, natuurlijk weet je dat wel. Vrouwen gaan net zo vaak vreemd als mannen. Ja, oké. Okay, maar niet dat dat nou vaak... Je zei, gaan ze daarom vaker vreemd nu? Tegenwoordig. Oh, dat deden ze altijd al. Nee, dat is ook weer waar. Tuurlijk deden ze dat altijd al. Maar nog even, ik benieuwd ben. Er zijn heel weinig goede erotische boeken voor vrouwen. Mijn vrouwen vinden dat natuurlijk heel erg leuk. Mannen kijken naar plaatjes, naar films. Vrouwen lezen liever een mooie erotisch verhaal. Dat is natuurlijk ook het succes van dit boek. Moet er gewoon meer erotische literatuur komen? Nou, erotische literatuur, Jan noemde dat natuurlijk al, de boeketreeks. Okay, een beetje intelligente erotische literatuur. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk altijd intelligente erotische literatuur. Ik ben maar ik heb 50 Shades of Grey niet gelezen. Ik weet niet hoe intelligent hele dat is. Intelligente erotische literatuur. Het is niet heel dom. Ik bedoel, het is nog wel aardig. Want daarom slaat het ook zo aan bij zo'n vrouw. Wat het leuke is, in begin jaren 70 heeft een... hoe heet ze nou? En dan ben ik de naam kwijt. Maar zij heeft al in die tijd... Erica Young? Nee, alle fantasieën... Die Amerikaanse. Die alle fantasieën Nancy van vrouwen. Nancy Friday. Ja, ik heb mijn klassieker gedaan. Dus ja, precies. Ik ben ook een halve seksuoloog. Dat zeg ik nooit. Ja. Het is wel zo. Al verzameld. Ja. En ze heeft een oproep gedaan van... Goh, vrouwen... Ja, maar dat vond ik niet zo spannend. Nou, vond je dat niet spannend? Dat vond ik reten spannend. Ja, maar dat zijn ook allemaal verschillende. En dat is het leuke daar dan wel weer van. Het ene spreekt je meer aan dan het ander. En nou, dan kan je dus nou, lekker dat zouden vrouwen nou inderdaad allemaal moeten lezen. Wat er allemaal niet omgaat in de geest van collega vrouwen. Dat is niet om voor te stellen. En dat kan je soms ook wat meer toestemming geven voor jezelf. Precies. Ook. Ja, nou, we zijn hier, komen we toch nog ergens. Ja. Ja, nou, ik zou zeggen, je moet het wel even gaan lezen, Ilinique. Want het is toch wel... Hebben we de moeite waard. Hey, zullen we de monogamievraag nog even stellen? Ja, dat is wel interessant. Want wij vroegen ons nog af, toen wij gisteren aan de salade zaten... heeft monogamie nog de toekomst? Oh jee, dat wordt dan, als je het over filosofische vragen hebt... Nou, wat is de tendens? Gaan we richting een bandelozer samenleving? Er zijn mensen die zeggen, nou, 10 jaar is mooi, dan heb je het wel een beetje gedaan. Ja, dat was Bacas, de trendwatcher inderdaad. Ah, precies, die voorspelde dat. Ja. Hè? We blijven in de toekomst nog maar 10 jaar bij elkaar en dan gaan we weer, wordt ons huwelijk ontbonden. Ja, die seriële monogamie is inderdaad wel iets wat een trend natuurlijk is geweest van de afgelopen decennia. Ik ben geen trendwatcher en ik ben niet zo'n... En biseksualiteit zou heel erg in opkomst zijn. Oh ja, dat ook, ja. Nou ja, wat wel over het genderdenken, wat wel een ontwikkeling is, of in ieder geval wat zou moeten worden bevorderd, is dat we daar niet meer zo heel digitoom in denken. En in de zin van digitoom. Wat is digitoom? Je hebt man en vrouw. Maar dat je dus ook een gevoel kan hebben wat daar tussenin zit. Dat is vanuit jezelf. En het biseksuele is meer dat je ook dat gevoel kan hebben van voor een man of voor een vrouw. En dat het ene hoger is dan het ander. En, ja, terwijl de acceptatie van homoseksualiteit erg terugneemt. In Nederland ook. Ja. Ja, en ook van genderdysforie. Dat is een ernstige zaak. Ja, zeker. En er wordt overal geprotesteerd. In Chili, in Berlijn, weet ik veel waar zijn allemaal homo-demonstraties. In Nederland gebeurt er eigenlijk heel weinig. Zouden we meer de straat op moeten gaan? Ja, dat is natuurlijk sowieso iets wat we tegenwoordig wat minder doen. Maar... Godzijdank. Ja, nee, dat terugloopt, dat is een zeer kwalijke zaak. En moeten we wat aan doen. En ik hoop dat we daar met z'n allen gewoon ons sterk voor blijven maken.
En de G-spot, daar moeten we ons ook sterk voor blijven maken. Want ja, er zijn wetenschappers die de hele tijd blijven zeggen... die bestaat niet, ja, het bestaat niet, het, ja, bestaat niet. Dat is ook onzin, want het bestaat wel. Ja. Waarom, ja, blijven ze dat heet ontkennen? Nou, het is niet zo dat ze dat ontkennen. Maar het is, kijk, net zoals dat wat je net noemde van die tepels. Het is niet zo dat het bij iedereen... Je bent niet een soort van machine en dat je een knopje aan kan zetten... en that's it, en dat is hoe het werkt. En zo is het ook van... ze hebben inderdaad wel ontdekt dat daar een structuur zit in die vagina... en die is anders. En, ik dacht dat het de uitlopers van de clitoris. Dat, ja, heb ik jou verteld, Jan. Ja, dat had ik ook eens al gelezen, hoor, Jo. En zo typisch mannelijk. Alleen dat je er bent. Alsof jij er wat van weet. Ja, ik weet dat heel goed. Ja, Piet Peters iets van een kameel kan onderscheiden als je er eentje zou. Helemaal verteld. Nee, je hebt... Ja, er was dan het clitorale orgasme... en dan het orgasme wat je door gemeenschap kan krijgen. Oh, en dat dat dan twee hele verschillende orgasmes waren. En ja, dat we in ieder geval weten dat de clitoris inderdaad niet meer... dat kleine knopje sowieso niet is. Maar dat die uitlopers veel verder naar binnen lopen. En dat de opwinding die je daarvan krijgt van die gemeenschap... eigenlijk daar meer mee te, ja, maken heeft. En niet ook zozeer met die G-plek. Ja. En maar er zijn nog meer structuren in die vagina... die ook die opwinding kunnen veroorzaken. Het gebiedje rondom de plasbuis, de uretra, zeg maar. Mm-hmm. Dat is ook voor sommige vrouwen heel erg opwindend. Maar dat zijn toch ook die uitlopers van die clitoris die daar... Nee, dat is verteld, ja. plus bijvoorbeeld de spierspanning en wat, ja, je daarmee opbouwt. Kegelen, allemaal kegelen. En we weten kegelen dat die orgasmes die zijn gewoon niet... Er is er ook niet één en er is er ook niet één die goed is. En dit is hoe je het moet doen. Nee. En minstens drie toch? Maar waar je voor moet hoeden en waken, sorry. En dat is ook wat die seksologen die een beetje tegen die G-spot zijn... hebben van, ja, nou daar moeten we nou allemaal naar op zoek. En als dat dan niet lukt, dan blijven we maar zoeken. En nee, je moet dat veel breder zien. Ja. En seksualiteit is niet één op één. In ieder geval, er zijn ook gewoon in de vagina plekken die gevoelig zijn en gestimuleerd, ja, moeten worden. Dus Jan, je moet gewoon blijven zoeken. Erin, en buiten, nog... maar ook je spierspanning. Hoezo moet Jan nou weer gewoon blijven zoeken? Jan is een briljante minnaar. Ik geloof meteen wat jij, Eleni. Echt waar. Ik geloof dat de vrouw daar zelf verantwoordelijk voor is. Dat is helemaal, kijk, touché. Touché, ja, bij jou, laatste, ja, vraag. Godverdomme, zeg ik de hele tijd al. Dus jezelf eens een beetje je best zou willen doen. Hey, ik doe dat al, maar heel veel vrouwen, ja, doen het niet. Ja, maar niet alle vrouwen willen dat. En dan kom je weer op keuze. Ja, ja, dat geloof ik. Waarom, maar dan kan ik wel een flashlight. Maar waarom zou dat dus dan ook moeten? Nee, ik denk dat moet ook helemaal niet. Maar ik denk dat vrouwen daar zelf nog niet... altijd even klaar voor zijn en even goed over nadenken. Maar ik heb nog één laatste vraag over iets heel anders. De mannenpil, waar blijft de mannenpil? Oh mijn god. De vrouwenpil bedoel de je? De mannenpil. Hoe bedoel je die? Nou, waar blijft die? Die zou al jaren komen. De mannenpil, waar is die? Waar is dat ding? Ja, nee, ik ben psycholoog, hè, geen arts. Dat hou je toch wel nauwlettend in de gaten, toch? Nee, schatje, we kunnen lekker vrij. Ik zit in de pil. Er zijn een heleboel verschillende soorten anticonceptie. En de pil is nog steeds het meest gebruikte. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld het gebruik van het condoom... dat is nog wel erg aan de lage kant. En als je kijkt naar mensen die aan wisselende contacten doen... daar moeten we eerst eens goed naar kijken. Okay. En ja, die mannenpil... We moeten er dus nog even op wachten. Je zal een vrouw zijn en je zal het geloven als een man tegen je zegt... nee hoor, schatje, ik ben aan de pil. Ik zou het heerlijk vinden. Laat me komen, die mannenpil. Heel snel zwanger zijn ook. Eleniek, heel erg bedankt. Daar moet je dan ook nog eens over na gaan denken. Jij en Jan mogen nog even verder praten na de uitzending. Maar we moeten nu helaas door. We vonden het geweldig dat je er was. Okay. Het was hartstikke gezellig en leerzaam. En we hebben diverse doorbraken gemaakt. Ik ben er blij mee. Zo. Ja, graag gedaan. De presidentsverkiezingen in Egypte, dat is wat heel anders... maar we gaan er nu over door. Zijn nog niet voorbij of de militaire machthebbers ontbinden het parlement... en houden de uitslag op. Maar vandaag is het dan zover. Mohamed Morsi, de kandidaat van de moslimbroeders, heeft gewonnen. Politicoloog en specialist internationale betrekkingen Alexander Hammelburg... legt uit hoe wij hier chocola van kunnen maken. Ja, hele goede nacht, Alexander Hammelburg. Goedenacht. Goedenacht, ja, wat een keurig antwoord. Hartstikke goedenacht. Keurig. Nou, Alexander, Morsi heeft gewonnen van de moslimbroeders. Shafiq, ja, verliest. Maar heeft het eigenlijk met stemmen tellen nog wel iets te maken? Dat is de vraag. Het was sowieso kantje boord. Hè? De een met 52% en de ander 48. En 1 miljoen van de 26 miljoen stemmen zijn niet meegenomen. En de vraag is wat er op die kaartje stond. Ja. En dan is er ook nog de vraag of het allemaal eerlijk is gegaan. En daar weten we eigenlijk nog heel weinig van af. Maar is dit, even heel simpel, is dit een goede uitslag?
Dat hangt er maar net vanaf wie je het vraagt. Het Egyptische volk is enorm verdeeld. En ik denk dat de revolutionairen van een jaar geleden, hè, die vorig jaar op 25 januari en masse naar de Tahrirplein zijn gestroomd, geen van beide kandidaten als een goede presidentskandidaat heeft gezien. Nee. En beide kandidaten zijn ook behoorlijk conservatief. Ja, want aan de ene kant heb je dus de moslimbroederschap. Nou ja, hoe je het ook bekijkt, mild of niet mild, het zijn toch islamisten. En dan heb je aan de andere kant meneer Shafiq, die een soort paladijn van Weile Mubarak is. Ja, het is niet echt dat je zegt, goh, dat hadden we nou verwacht toen we daar een jaar geleden met z'n allen stonden te springen op het plein. Nee, dat is ook absoluut waar. En het optimisme in bijvoorbeeld Nederland of in de internationale pers was ook een beetje vreemd en vergezocht, moet ik eerlijk bekennen. Egypte is ook heel anders dan Tunesië bijvoorbeeld. En het zag er vanaf het begin af aan al niet heel erg goed uit, omdat direct nadat Mubarak werd gedwongen af te treden door het leger de macht simpelweg heeft gegrepen en dat als tot op de dag van vandaag heeft. Ja, maar zeker in de afgelopen tijd zeker hebben ze het weer extra naar zich toe getrokken. Hè? De klok lijkt weer terug te draaien. Wat is er, bij die verkiezingsdagen leidde dat gevoel even weer op, hè, van die Arabische lente, toen ze naar de stembus liepen. Maar je zegt het is eigenlijk een fars. Het is eigenlijk wel. Sinds het aftreden van Mubarak heeft het leger alle machtsblokken, zullen we maar even zeggen, hè, de islamisten, de liberalen, de revolutionairen, altijd een beetje gegeven en altijd weer een beetje water bij de wijn gedaan om het gevoel te creëren dat zij de hoeders van de revolutie waren. Maar als puntje bij paaltje komt, dan grijpen ze elke keer weer naar die macht. En daar hebben ze trucjes voor. Dus daar gebruiken ze de rechtbank voor, bijvoorbeeld het ontbinden van het parlement, een nieuwe constitutie erin gooien waar niemand verder over iets over te zeggen heeft. Dus ze hebben op alle fronten de macht gegrepen. En de president die nu, Morsi, die heeft eigenlijk bijna geen macht. Nee, precies. Die president krijgt dus uiteindelijk gewoon inderdaad is een beetje, Zeg maar Alexander, al met al, weten die mensen op het Tahrirplein nou nog eigenlijk wel die er nu staan voor wie of tegen wie ze eigenlijk demonstreren? Of is het zomaar, we schillen met z'n allen wat in het rond? Op dit moment wordt er op het Tahrirplein zelfs feest gevierd. De aanhangers van Morsi zijn en masse met honderden duizenden naar het plein getrokken om daar op een grandioze manier het feest te vieren. En ik vermoed dat je daar niemand of bijna niemand meer zal terugvinden die vorig jaar eind januari ook op dat plein stond. Dus dat is een heel ander publiek geworden. En moeten we nou toch vrezen voor de sharia en de kerk in de fik of valt het mee? Nee. Nee, dat gaat zeker niet gebeuren. De vraag is of het moslimbroederschap het überhaupt zelf al zou willen invoeren. Maar deze president heeft geen macht om dat te doen. Hij heeft zelfs geen macht over de politie, over het leger. Het leger heeft alle macht. En Morsi moet eigenlijk doen wat het leger toestaat. En als hij de fout ingaat, dan zal hij zeker op de vingers worden getikt. Zeg maar, betekent dat eigenlijk dat we stiekem een beetje moeten hopen dat de generaals de macht in handen houden? Dat als je tegen het islamisme bent, dan zou je dat zo kunnen zeggen. Ja, ben jij een fan van het islamisme? Ik ben zelf geen fan van het islamisme, maar je probeert een neutrale journalistieke houding in te gooien. Nee, het is ook maar de vraag wat het islamisme inhoudt. Hè. We weten dat nog niet, want je hoort ook hele liberale geluiden uit die hoek. En ze hebben nog nooit de macht gehad. Dus het is heel erg onzeker wat het moslimbroederschap bijvoorbeeld zou doen op het moment dat ze de president met volle macht zouden leveren. Dat weet niemand. Maar heb jij een positief gevoel of een donderwolkgevoel over die contraien momenteel? Nou, het is een donderwolkgevoel en dat is het eigenlijk al wel sinds het uitbreken van die revolutie. Het is kommer en kwel geweest en af en toe was er een gevoel van optimisme en vooruitgang. En waarom hebben we het hier dan in die pers? Je zegt net de pers heeft het te positief gebracht. Waarom? Is het een beetje wishful thinking? Ja, dat denk ik toch wel. En het was ook een mooi fenomeen wat er gebeurde. Het begon in Tunesië en daar is het relatief goed gegaan, laten we wel wezen. Daar is nu een civiele regering aan de macht. En er wordt de macht gedeeld tussen de islamisten en de liberalen. Wat op zich ook een unicum is, een vreselijk gematigd geluid ook. En het verloopt daar vrij rustig. Maar de macht van het leger in Egypte is zo verschrikkelijk groot. En in Tunesië had je het leger niet, of was het een hele kleine factor. Dus dat is een heel ander verhaal. En het leger in Egypte zal nooit toestaan dat er een publieke regering aan de macht komt. Maar dat is toch, ben ik nou helemaal raar of lijkt dat toch wel een klein beetje op de situatie zoals we die hebben leren kennen in Turkije, waar het leger ook heel heel lang en misschien tot de dag van vandaag nog wel feitelijk macht in handen heeft en ook heel aardig in de gaten houdt of het seculiere karakter van de regering wel bewaard blijft? Ja. Nou, het is grappig dat je het zegt, want als je de legerleider in Egypte zou vragen, Tantawi, dan zegt hij inderdaad, wij werken toe naar een Turks model, of dat zien wij het liefst. Dus dat is helemaal geen verrassing inderdaad. Maar het leger in
Turkije heeft natuurlijk de macht om in te grijpen, maar de president en het parlement hebben in eerste instantie wel de macht waar ze dat in Egypte niet hebben. Dus in Turkije is het wel veel beter verdeeld en kan het leger wel ingrijpen, maar is het wel heel erg lastig. En in Egypte heeft het leger simpelweg alles in handen en kan het alles doen wat het wenst te doen. Goed, nou hebben we nog een lange weg te gaan. Janneke, nog vragen of inzichten? Ik val een beetje stil. Ja, het is toch een teleurstelling. Het is triest en verdrietig. Ja, dit soort processen duren altijd heel lang. Dus dat gaat ook niet zo. We moeten de hoop nog niet laten vervliegen. Goed. Nooit. Alexander, ontzettend bedankt voor je toelichting. Ja. Tot ziens. Slaap zacht. Dag. Ja, omdat we zo van dieren houden. Maar vooral omdat we zo van Marianne Thieme van de PVDD houden. Partij van de Dieren houden. Hebben we echt Jan af door de rubriek Dierenleed met Marianne. Deze week met onder meer ritueel slachten en vergaste ganzen in... Het Haags Geluid. Hele goeienacht, Marianne Thieme van de Partij van de Dieren. Goeienacht. Hi Marianne, hi. Hey, jij had een hele drukke week deze week. Hè? Je wilde een parlementaire enquête naar de aanpak omtrent de Q-koortsuitbraak. En de Eerste Kamer heeft je wetsvoorstel voor een verbod op ritueel slachten verworpen. Kwam dat onverwacht? Nee, dat laatste kwam niet onverwacht. Nee, ik zag eigenlijk al de bui aankomen dat de Eerste Kamerleden nog niet toe waren aan een verbod op het onverdoofd ritueel slachten. Nee, je gaat nu met een aangepast voorstel komen. Komt dat er wel door? Nou, ik ben zo creatief genoeg om toch voor te zorgen dat met mijn nieuwe wetsvoorstel er ook weer gewoon een overweldigende meerderheid in de Tweede Kamer zal komen. En ik hoop ook in de Eerste Kamer. Dus ik laat me niet ontmoedigen. Ik ga gewoon met een nieuw wetsvoorstel komen. Dat is super, maar voor degenen die het niet helemaal snappen, waarom heeft die Eerste Kamer dat eigenlijk verworpen dan? Ja, de Eerste Kamer die kan het eigenlijk niet geloven dat je de vrijheid van godsdienst zou willen beperken vanwege dierenleed. Kijk, we kennen wel de vrijheid van godsdienst om die te beperken als het bijvoorbeeld gaat om mensenleed en meisjesbesnijdenis bijvoorbeeld. Dan zegt iedereen ja, nee, die vrijheid van godsdienst die is niet absoluut. Die kan ook zeker beperkt worden als het schade brokkent aan anderen. Maar dat voor dieren ook zou kunnen gelden, dat vinden veel Eerste Kamerleden nog moeilijk eigenlijk om dat te accepteren. En daar is de Tweede Kamer al wat verder mee in. Oké, een schaapje strot afbijten geeft niet zo. Wat zegt u? Een schaapje strot afbijten geeft niet zo, vindt de Eerste Kamer. Nou, ze hadden het wel over dat het natuurlijk wel was dat het enigszins wat meer dierenleed veroorzaakte. Maar ze vonden de vrijheid van godsdienst belangrijker. Ja, en ik denk dat ze daar toch helaas de plank misslaan. Want ik denk dat heel veel mensen in Nederland gewoon vinden dat dieren verdoofd geslacht moeten worden. We hebben nou eenmaal ook die middelen. En waarom zou je daar uitzondering voor toestaan? Nou, dat lijkt me wel. Maar hoe ga je dan in godsnaam je voorstel aanpassen zodat het wel in de ogen van de Tweede Kamer ineens belangrijk wordt dat dat kan? Nou, de Tweede Kamer was al om. Het gaat om de Eerste Kamer. Ja, sorry. Ik zei tweede, maar ik bedoelde natuurlijk de eerste. Deze kamers ook wel eens door elkaar, Janneke. Even voor de duidelijkheid. Nou, over kijk, dat wordt dan een heel erg juridisch technisch verhaal, dus daar zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar wat ik denk ik vooral, waar ik vooral veel hoop op heb, is dat omdat het maatschappelijk debat zeker niet zal verstommen, dat gaat gewoon door, mensen zijn daar verontwaardigd over, verwacht ik eigenlijk dat ik, om dat debat dus levend te houden, dat op een gegeven moment ook de Eerste Kamer ziet dat ze er niet omheen kan, dat de maatschappij vindt dat iedereen gewoon voor de wet gelijk behandeld moet worden. Want laten we wel wezen, het is toch eigenlijk heel vreemd dat een atheïst die een dier onverdoofd slacht, die krijgt een forse boete of moet zelfs de gevangenis in. En iemand die dat doet op godsdienstige overtuiging, die gaat vrij uit. Nou, dat verschil dat kan echt niet langer in onze samenleving. Nou, Henk Bleker die dacht begin deze maand een soort tussenweg gevonden te hebben. Die kwam met de convenant. Dat dierenwelzijn tijdens ritueel slachten moet verbeteren. Stond jij het springen? Jij was niet zo heel blij mee, geloof ik. Ja, het was dan typisch weer iets van staatssecretaris Bleker. Dat kennen we wel van hem. Hij probeert hij eigenlijk een soort compromis te zoeken. Maar uiteindelijk blijkt dat niemand daar blij van wordt. De dieren hebben er niets aan, want de dieren worden nog steeds onverdoofd geslacht. En na 40 seconden lijden, dan kan er eindelijk eens een keertje een genadeschot worden gelost. Maar dat is dan aan de slachter om te bepalen of het dier nog bij bewustzijn is. Dus het gaat helemaal nergens over. En er zijn alweer Joodse gemeenschappen die zeggen dat het de inbreuk is op de vrijheid van godsdienst. Dus niemand wordt er eigenlijk blij van. Nou ja, gelukkig is Bleker binnenkort weg, dus daar zijn we daar ook vanaf. Zeg, er zijn de afgelopen dagen zo'n 5000 ganzen vergast in de buurt van Schiphol om de kans op aanvaringen staat. Hoe loop je dat eigenlijk met een vliegtuig? Aanvliegingen met vliegtuigen te voorkomen. En ze gaan nog het half juli door met ganzen vergassen. Een deel van die ganzen is even de vraag. Blijkt dus bij de
voedselbank terecht te komen. Is dat nog een beetje goed of ook gewoon helemaal fout? Nou, kijk, ik vind het van belang dat we mensen niet zodanig in een situatie brengen dat ze naar de voedselbank moeten. Dus laten we daar vooral wat aan doen om dat te voorkomen. En dan is het natuurlijk onzin om dan te proberen om die massale afslachting van die ganzen, om dat te vergoeilijken door dat dan naar de voedselbank te sturen. Het gaat er natuurlijk om dat je moet proberen om die vliegvelden ook echt veilig te maken. Kijk, in Amerika is het al zo dat er geen landbouwgewassen mogen worden geteeld rondom de vliegvelden, omdat daar heel veel dieren op afkomen, zoals ganzen. Ja, maar ja, in Amerika, Marianne, in Amerika kun je een vliegtuig neergooien, 700 kilometer elke kant op rijden, en dan heb je nog genoeg Amerika over om landbouwgewassen te telen. Dus het is wel in Nederland, hè? Nee, maar het gaat maar om een kilometer rondom het vliegveld, waardoor je al heel veel aanvaringen kunt voorkomen. Trouwens, de meeste vliegongelukken of mankementen zijn veroorzaakt door de mensen zelf, door piloten of door machinerie die niet functioneert. Maar ik vind het gewoon heel raar om dan zoveel ganzen te gaan vergassen, wat ook overigens heel dieronvriendelijk is. Terwijl er komen gewoon weer nieuwe ganzen die naar dit landbouwgewassen naartoe gaan. Want het is een soort tafeltje-dekje voor ze. Dus het is beide met de kraan open, dieronvriendelijk. Er zijn echt belachelijk veel ganzen, hè, trouwens. Er zijn heel veel ganzen, zeker. Is dat dan wel een goede zaak? Worden we straks niet overweldigd door de ganzen? Overganst. Overganst? Verganst met z'n allen? Verganzen. Nee. Oh, geestig. Je hebt zeker te maken met veel ganzen. Maar je kunt er op een veel slimmere manier mee omgaan. Hoe dan? Namelijk ganzen weglokken naar gebieden waar ze wel welkom zijn, door natuurgebieden veel aantrekkelijker te maken voor ganzen. Zo zijn ganzen bijvoorbeeld dol op witte klaver. Er zijn ze veel gekker op dan bijvoorbeeld op gras. En als je ze dus daar naartoe lokt, naar natuurgebieden waar je ganzen wel kunnen zijn, dan heb je ook veel meer de controle erover. Maar ja, als je ze ook nog gaat wegschieten, dan komen er alleen nog maar meer ganzen op af. Hey, van ganzen gaan we even naar kippen, ja. Want de EU is heel erg boos op Nederland. Want die houdt zich niet aan de regels omtrent het verbod op de kleine en onaangepaste legkooi. Hè. Dat is al sinds 1 januari 2012 van kracht. En waarom speelt Nederland hier het stoutste jongetje van de klas? Nou ja, kijk, we hebben nu wel mooi 3 voorbeelden waaruit blijkt dat dit kabinet gewoon echt niet deugt en dat het op 12 september allemaal toch anders moet worden gekozen. Dat even terzijde. Als het nou weer gaat om die kooien, die legbatterijen. Ja, Henk Bleker heeft een aantal boeren die gewoon te laat was om ook te stoppen met die legbatterij-eieren. Die heeft zich gewoon nog spijt gegeven, die mogen nog eventjes door. En we hebben ook daartegen geprotesteerd. En nu dreigt de EU dus ook met een rechtszaak richting Nederland. Ja. Dus daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen. Ja, Bleker heeft nu geloof ik gezegd, hè, tot 1 juli krijgen ze nog een spijt. Daarna moet het dan allemaal om. Maar is dat alternatief wel oké als die kooien iets wat groter zijn en dat de nageltjes niet meer in kunnen groeien en zo? Is het dan wel goed, vind je? Nee, je moet dat blijkt ook uit onderzoek van Wageningen. Je moet kippen niet in een kooi gaan houden. Zeker niet zo dicht op elkaar. Je moet ze alle ruimte geven. Ze moeten kunnen scharrelen. En je ziet ook dat mensen er ook voor willen betalen. Je ziet dat mensen gewoon biologische eieren kopen. Ja, dat echt goed gaat. En dan is het toch echt niet meer van deze tijd. Maar ik ben toevallig alsnog nog heel rijk. Maar stel je ervoor dat je niet zoveel verdient zoals wij bij de radio. En je wil ook een ei. Ja, kijk, het gaat natuurlijk ook om dat een boeren ook een goed inkomen kunnen krijgen. Dat interesseert mij dan weer helemaal geen reet. Maar ik wil gewoon... Je hoeft ook niet elke dag een ei. Nee, zo is het. Hè? Nee? Nee, je hoeft ook niet elke dag vlees. Ik heb gisteren voor jou nog een salade met mango en ei. Dat was scharrel-ei, toch? Ja, was scharrel-ei. Ja, dat was wel heerlijk. En gerookt, proef je er ook aan. Biologische gerookte kip was het ook. Maar kun je je voorstellen dat een ei al de afgelopen 60 jaar nauwelijks in prijs is gestegen? Dat gaat toch ten koste van dieren, ten koste van het milieu en ten koste van boeren? Ja. Ja, dat is wel waar, hè? Nee, ik ben het helemaal mee eens. Het moet gewoon bijzonder zijn om een ei te eten of een vlees te eten. Dus niet elke dag, Jan. Het is eens in de week een ei. Nou, daar mag je best wat meer voor betalen. Dat ben ik helemaal mee eens. Nou ja, ik hoor ons publiek al brommen, hoor. Maar goed, we gaan gewoon lekker mee omdat het gezellig is vanavond. Heb je nog een lekker vegetarisch recept voor ons eigenlijk? Even denken wat nou ontzettend lekker is. Zonder eieren. Ik heb vandaag een risotto gegeten, vanavond een risotto gegeven met lekkere biologische Parmezaanse kaas en bieten. Dat kun je door elkaar heen doen. Dus ontzettend lekker. Rode bieten? Bieten met risotto. Bieten was het nou? Okay. Ja, ik zou denken, hè, wat is dan dat voor combinatie? Zeker met kaas, maar dat was erg lekker. Nou, okay. Nou, Jan, en hebben we daar genoeg voedingsstoffen aan?
Nou, daarnaast had ik ook nog lekkere kipstukjes, maar dan niet echt van kip, maar van nepkip. En die produceert mijn man van de vegetarische slager. Echt waar? Lekker. Wat waar wordt het van gemaakt dan? Lupine? Van lupine en van soja. Heeft je niet gedacht dat ik het zou weten? Dat je niet gedacht dat ik dat zou weten. Nee, kijk je vanop. Jan is helemaal van de vleeseters van de pound. En, vleesjes. Ja, nou, goed, anyway. Nou, maar nog één laatste vraag. Want jullie houden rekening met de verdubbeling van het aantal zetels. Dat vind ik wel heel spannend. Hoeveel hebben we er nu? Wacht even hoor, want dan hoor ik... Ja, nu praten we weer veel te veel door elkaar. Ja, dan afgesproken, Jan. Nee, ja. Nu zeg ik even wat. Marjan, jullie houden rekening met de verdubbeling van het aantal zetels, hè, van de Partij voor de Dieren? Ja. Want hoeveel zijn er nu? Klopt, als je kijkt naar de peilingen van Maurice de Hond, maar ook van Sinovet, dan staan we schommelen tussen de 3 en de 4 zetels. Dus dat gaat heel goed. Dus in tijden van crisis komt er gewoon meer aandacht voor de diertjes? Voor idealen, dat vind ik heel mooi. Met die mooie gedachten. Barst je echt bijna in tranen uit, zo mooi als ik dat vind. Dus ik weet echt helemaal niks meer te vinden om te zeggen. Dat was ontroerend. Dat was prachtig. Nou, heel veel succes dan in september. We wensen jullie het allerbeste. Zeer veel succes. En een fijne nacht. Slaap lekker. Oké, dag. Het Haags geluid. Stevenen we af op de grote culturele vervlakking. Je weet maar nooit, volgens... Dagboek van de liefdespanter. Mensen die verstand hebben van internet zeggen altijd tegen mij dat ik geen verstand heb van internet. Ze bedoelen dan meestal dat ik ben blijven plakken in een tijd waarin mensen nog moesten betalen voor muziek, films of foto's van blote meisjes. En dat ik moet begrijpen dat met de komst van het internet het verspreiden en downloaden van digitale content zo kinderlijk gemakkelijk is geworden dat je wel gek zou zijn om daar nog een cent voor te betalen. De mensen die zeggen dat ik geen verstand heb van internet, hebben gelijk. Ik moet er inderdaad nog aan wennen dat je al die dingen waar je vroeger veel geld, misschien wel veel te veel geld voor moest betalen, gewoon kunt jatten. Ik bedoel stelen, ik bedoel nemen, pakken, weet ik veel. Zonder dat je de kans loopt daarvoor te worden bestraft. Want zo af en toe probeert iemand daar wel eens een stokje voor te steken, dat illegale downloaden, want zo is het natuurlijk. Die mensen worden dan vergeleken met nazi's en beschuldigd van inperking van het vrije internet, het recht op informatieuitwisseling en diverse andere rechten van de mens. Serieuze politici als Marietje Schaken, u hoorde haar net nog, zijn het met hen eens. En manen de rechthebbenden op al die content om maar snel een nieuw verdienmodel te verzinnen en anders lekker de tering te krijgen. In tegenstelling tot wat de mensen die verstand van internet hebben denken, snap ik best dat je het tij van collectieve en van overheidswegen gedoogde diefstal niet kunt keren. Als iedereen het goed vindt, is het dat blijkbaar ook, zo werkt het nou eenmaal, en daar doe je uiteindelijk niets aan. Waar ik wel benieuwd naar ben, is dat al die makers van films, boeken en andere kwetsbare media zullen gaan doen in die mooie nieuwe wereld. Een nieuw verdienmodel verzinnen is namelijk makkelijker gezegd dan gedaan. Geld verdienen wordt dus moeilijker of onmogelijk, en mooie dingen maken wordt een onbetaalde hobby. En daar moet je zin in hebben. Wat ik denk, in een wereld waarin alles gratis moet, wordt alles goedkoop. En dat is best jammer. Maar ja, we verdienen niet beter. Dagboek van de liefdespanter. Nou, de Handelscommissie van het Europees Parlement heeft donderdag het ACTA-verdrag dat inbreuk moet tegengaan op eigendomsauteursrechten naar de prullenbak verwezen. En in die commissie, zoals gezegd, zit Marietje Schaken van D66. We vragen haar dus maar eens even keihard een opheldering. Een hele goeie dag, Marietje Schaken. Hallo. Ja. Dag. Nou, ik word een beetje stil van. Ja, daar schrik je een klein beetje van. Hè? Dat is ineens Joanneke aan de radio en niet Jan Roos. De hele rustige, aardige, lieve man die je normaal gesproken te woord staat. Nou, Marietje, je bent er alweer van bijgekomen, toch? Ja, zeker. Daar gaan we. Gelukkig. Hey, we weten inmiddels dat het ACTA-verdrag een duivelse verkrachting van het vrije internet en recht van de mens is. Dus laten we eens over een andere boeg gooien. Heeft D66 enig idee hoe je de verspreiding van illegale kopieën van merkartikelen of digitale informatie een halt kunt toeroepen? Nou, om te beginnen is het belangrijk om een verschil te maken tussen producten die je kunt vasthouden, die je bijvoorbeeld aan de grens kunt tegenhouden, of digitale content zoals films en muziek. De wereld is veranderd en je kan niet meer met dezelfde maatregelen al die problemen op één hoop aanpakken. Oké, dan gooien we ze op twee hopen. We hebben één hoop spijkerbroeken aan de grens en we hebben één hoop digitale informatie die vrijelijk over het internet heen en weer schiet. Ja, precies. Nou, vertel op. Dan... Hè? Nee, oké, dus we beginnen met de spijkerbroeken.
Ja, als het gaat om spijkerbroeken, maar bijvoorbeeld ook nepmedicijnen, wat echt een probleem is voor de volksgezondheid, of dat in elk geval kan zijn, dan kun je inderdaad kijken naar welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Je hebt namelijk ook specifieke kennis nodig over welke producten het zijn. Dus als het gaat om nepmedicijnen, moet iemand die goed kunnen onderscheiden van generieke medicijnen, die ontwikkelingssamenwerking voor ontwikkelingssamenwerking belangrijk is. Ja. Dus daar is een aparte aanpak voor nodig. En om het illegaal downloaden te verminderen en tegen te gaan, is er eigenlijk vooral meer aanbod van legale content nodig. En daarvoor zou je het auteursrecht en het handhaven daarvan in Europa moeten hervormen. Oké, wacht eens even. Je zegt eigenlijk, als we volgens mij is er riant hoeveelheid de illegaal aanbod. Dus volgens mij kun je elke film overal kopen op DVD. Ja, op DVD wel, maar niet online en daarom ook niet 24 uur per dag. Oh, en je ziet uit onderzoek dat veel mensen best bereid zijn om te betalen voor films en muziek. Maar ook dat de prijzen omlaag kunnen als er een groter publiek wordt bereikt. En op dit moment zit veel van het publiek nog eigenlijk afgesloten van de content, omdat er in Europa 27 verschillende systemen zijn van het handhaven van auteursrechten. En je daardoor niet bijvoorbeeld zoals in Amerika in één keer grote diensten kunt uitrollen die ervoor kunnen zorgen dat illegaal downloaden niet meer zo aantrekkelijk is. En jullie gaan volgende maand stemmen, hè, over het verdrag. Jullie gaan niet wachten op het oordeel van het Europees Hof over ACTA. Is dat een statement? Ja, dat is zeker een statement. Ik denk ook dat het goed is dat het parlement zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en zelf stemt over het ACTA-verdrag. En daarnaast was het zo dat voor D66, behalve de vragen die aan het Europese Hof worden voorgelegd, er nog een heleboel andere kritische punten bij ACTA gezet zijn. Dus dat zelfs als het Europese Hof zou zeggen, nou fantastisch dat ACTA geen enkel probleem als het gaat om fundamentele rechten, dat we dan nog steeds meer andere bezwaren zouden zien, waardoor we nog steeds tegen ACTA zijn. Dus we kunnen beter doorpakken nu ACTA van tafel en waar nodig echte oplossingen voor problemen, zoals bijvoorbeeld nepmedicijnen en niet gecreëerde problemen oplossen met een heel ingewikkeld en gevaarlijk verdrag. Maar de Europese Commissie blijft ACTA verdedigen, hè? Waarom is dat? Waarom staan jullie daarin tegenover elkaar? Nou, de Europese Commissie die wil natuurlijk ook zijn eigen positie verdedigen. Die hebben dat verdrag uitonderhandeld. Mm-hmm. Het Europees Parlement heeft vanaf het begin, wij hebben vanaf het begin veel bezwaren gemaakt. En er zijn steeds meer stemmen bijgekomen die ook bezwaren hadden tegen ACTA. Ja, zij kunnen eigenlijk niet meer terug, dus ze zullen gewoon nu volharden in hun standpunt. Maar het is duidelijk, 2,5 miljoen handtekeningen tegen ACTA, mensen die zijn gaan demonstreren. Ik denk dat er een grote Europese beweging op gang is gekomen tegen ACTA. En die kan niet zomaar weggewuifd worden. Denk je dat die mensen allemaal altruïstische motieven hebben die tegen ACTA zijn? Dat die allemaal denken van, goh, dat is echt heel erg aantasting van onze privacy en het vrije internet. En het is toch verschrikkelijk allemaal. Of zitten er misschien ook een paar bij die denken, ja, maar hallo, dan heb ik straks geen gratis films meer. Ja, dat zou best kunnen, maar ik denk dat de zorgen over hoe er gehandhaafd moet worden op internet, dus hoe je moet kijken wat mensen luisteren en zien via internet, dat de grootste zorg oplevert. Er kan vast nog wat verbeterd worden aan gedetailleerde informatie over waar het nou precies over gaat. Maar ACTA is heel ingewikkeld en ik vind het eerlijk gezegd indrukwekkend hoeveel mensen bij zo'n technisch dossier toch op de been zijn gekomen. Online acties, maar ook acties op het plein in Amsterdam of in Boedapest hebben georganiseerd. Er is echt een hele beweging op gang gekomen. En daaruit blijkt ook dat de wetten die er zijn, zeker als het gaat om auteursrecht, copyright, gewoon niet meer aansluiten bij de huidige tijd. En juist om de legitimiteit en het oorspronkelijke doel van auteursrecht overeind te houden, moet er hervormd worden. Want als het doorgaat, worden wij gewoon China aan de Noordzee, of niet? Wat bedoel je? Nou ja, dan wordt het net zo erg hier als in China. Mag niks meer, dan mogen we nergens meer naar kijken. Mogen we niks meer opzoeken. Ja, dat dacht je bedoelde dat we alles gingen kopiëren dan? En ook een spijkerboek en de hofstukken gingen maken? Dat zou gezellig zijn. Dat andere China. Dat hele enge China, Jan. Waarin we geen informatie meer kunnen krijgen en zo. Ja, precies. Nee, dat is niet de bedoeling inderdaad. Oh nee, gelukkig maar. Dat is dan een hele opluchting. Hey, maar nou goed, ik blijf toch een beetje hangen met het idee dat rechthebbenden er een beetje bekijkt afkomen. Een beetje makkelijk wordt gezegd van, sorry, de tijd is veranderd. Zoek het maar uit. En als je geen geld meer kan verdienen, dan tering voor je. Of is dat heel klein voor mij?
Nou, zo zou ik het natuurlijk niet uitdrukken. Nee, maar je vindt me. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te kijken wat de taak van de overheid is en wat niet. Er wordt meer muziek en meer film gekeken dan ooit tevoren. Het gaat alleen op een andere manier. En de mensen die plastic schijfjes maken, die we dvd's noemen, die vinden het misschien heel vervelend dat er meer en meer via internet wordt gekeken. Maar het is juist een kans. Ook een kans voor nieuwe verdienmodellen. Ja, en nieuwe vormen worden gezocht. Krijgen. Ja, dat is gewoon ook een vrije markt. Zo gaat het. Innovatieve diensten zullen misschien verouderde bedrijfsmodellen van de markt afdrukken. Maar als er gewoon toegang is tot mooie muziek, verschillende muziek, mooie films, dan moet er een goede manier te vinden zijn om ook te zorgen dat de makers daar genoeg aan overhouden. En dat is binnen het huidige model helaas ook lang niet altijd. Of is het eigenlijk zo dat jullie vinden dat de makers eigenlijk wel veel te veel verdienen en dat het wel een beetje minder kan? Dat het eigenlijk een soort van nivelleren is? Nee, dat is het probleem niet. Ik denk dat er juist heel veel tussenpersonen uit kunnen. Dus als je kijkt wat het kost om cd's en dvd's te maken, ze te verpakken, te vervoeren, dan zijn dat allemaal kosten die eruit kunnen. En er is door internet juist een kans om grotere publieken te bereiken en ook om de prijs van cultureel aanbod omlaag te laten. Ja, het vervelende is alleen dat de muziekbranche wijst wel uit. Hè. Vroeger verdienen die mensen allemaal schatten met geld aan cd'tjes inderdaad. Maar ja, tegenwoordig is er geen droogbrood te verdienen aan downloads. Dus verdienen is het een klein beetje met optreden. Nou, kunnen die mensen gelukkig optreden, dus dan blijft het toch goed gaan met onze sterren. Maar ja, dat is dan hun geluk. Maar dat is, ik zie de hele filmindustrie niet plotseling in het theater gaan staan. Dus hoe zien we dat dan? Nee, film en muziek werken inderdaad anders. Maar ik denk ook dat we de kans niet moeten wegschuiven van wat internet voor ons betekent, maar dat we in Europa een veel te veel gefragmenteerd systeem hebben. Er is nu een populaire Deense serie in Nederland, Borgen, waar iedereen naar kijkt. Nou, dan moet dat eerst helemaal geregeld worden qua auteursrechten voordat wij die kunnen kijken. En wie weet is er wel een enorme markt voor alternatieve Finse films in Italië. Maar zullen Italianen die films nooit te zien krijgen? Dus je moet ervoor zorgen dat de publieken en de films elkaar veel makkelijker kunnen bereiken. Nou, dus je zegt eigenlijk van nou oké, dan verkoop je er in plaats van 10 voor 10 euro, verkoop je er 100 voor 1 euro en dan is ook 100 euro. Precies. Hoeveel dvd's download jij eigenlijk per week, Jan? Ik heb Borgen toevallig gewoon thuis op dvd-box. Ja, ik betaal daar gewoon voor. Oh, wat braaf. Ja, ja, ja sorry. Eigen, wij zijn van die digibeten. Nee, dat is helemaal niks mee te maken. Ik weet ook hoe de Pirate Bay werkt. Maar ik denk altijd, die mensen hebben er hun best voor gedaan. Nou. En dat heeft geld gekost. Ook lullig. Zo zie je maar, Marietje. Er zijn ook gewoon goede, nobele mensen op deze aarde. Goede, nobele, burgers heb je ook. Hey, heel erg bedankt. Is het al klaar? Ja, we moeten door. Want de klok tikt door. Heel even vragen. Ben je super blij met je D66-programma? En kom je terug in Den Haag of blijf je lekker in Europa? Ik ben heel erg blij met het D66-programma. Er staat veel Europa in. En ACRA heeft maar weer laten zien hoe belangrijk Europa voor allerlei Europeanen kan zijn. Dus ik blijf nog even door in Brussel. Nou, dan zullen we je missen, zolang je er niet bent. Veel succes daar. Ik ben er gewoon, hoor. Maar het is een fijn gevoel dat je daar zit, weet je? Een geruststellende dag. Mooi. Absoluut. Hey, hartstikke bedankt. Slaap lekker. En een fijne nacht. Hoi. Dag. Ja, je kunt nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. Het milieu redt zich prima zonder boomknuffelaars. Ja, en we gaan door met Nederlands hoop op hoge bergen. Als hij tenminste niet het prikkeldraad wordt ingeduwd natuurlijk. Wordt het de tour van Johnny Hogeland van Vacansoleil? We vragen het de held van wielerminnend Nederland. Hele goeie nacht, Johnny Hogeland. Goeienacht. Kijk, dat is wakker worden. Dat is even wakker worden. Johnny, dit was wel een gevalletje van je eigen ruiten ingooien vandaag bij het NK, hè? Je ging weer eens als een kamikaze vandoor, maar je werd ingehaald en je moest afstappen. Is het niet tijd voor een andere tactiek? Het was niet echt een NK. NK is altijd speciaal en schijnbaar zit het nog niet zo mee deze zomer, want het is alleen maar kloten weer. Dus alleen maar kloten weer. Zo, dan mag je wel zeggen, zegt Johnny, dat het kloten weer was. Man, wat een regen, zeg. We werden teruggepakt. Volgens mij 150 kilometer of zoiets. En ik had het zo verschrikkelijk koud. Maar je bent ook heel dun, hè, Johnny? Je bent heel erg dun aan het worden voor de Tour de France. Ik vind zelf niet dat ik heel erg dun ben. Maar
Je op een goede manier bedoelt u, Janneke. Dat kan wel mee te maken hebben. Uiteindelijk rijdt mij 15 man uit. Dus ja, dat is genoeg, denk ik. Ja. Het was een 15 man totaal die hem uitreden. Nou, dan mag je er wel en eigenlijk die echt de hele koers uitreden met 13 of zo. Ja. Dat was echt een slagveld. Dus jij had zoiets van, ik heb genoeg gedaan, het is mooi, ik moet nog langer mee en ik stap lekker af, dat is. Nou, het was niet van willen afstappen, echt niet. Ik had liever die koers uitgereden, maar ik was gewoon zo koud, ik kon gewoon niet meer. Nee, en dat je er zo hard van doorgaat, heeft het misschien ook iets te maken met dat je bang bent? Dat je bang bent om in groepen te rijden en daardoor maar gewoon snel voor de hordes uit fietst? Nee, ik was eigenlijk helemaal niet bang, maar we hadden gewoon een tactiek als er iemand van Arva Shimano wegreed of iemand van Rabank moest er een mee zitten. Ja. Van ons, omdat we ons de hele dag achter de feit aanrijden. Ja. En ja, ik zat van voor en ik sprong mee en we waren weg. Dus ja. Hey, maar even nu het voorseizoen is achter de rug. Heb je het gevoel dat je er lekker klaar voor bent? Voel je je sterk? Vandaag was een beetje een zakkendag, maar goed. Wordt het goed? Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Het heeft ook veel motivatie te maken. Als je gewoon in de Tour gewoon op een top fris en gemotiveerd bent, dan moet je toch mooie dingen kunnen laten zien, niet? Nou, lijkt me wel. Je bent op een top fris en gemotiveerd, hoor ik dus. Ja, dat ben ik zeker. Hey, kijk eens aan, dat is heel goed. Hey, maar hoe werkt het dan bij jezelf? Heb je dan, is dat gewoon een soort, ja, je zegt het is mentaliteit. Maar je sta je s'ochtends op en je denkt, nou vandaag wat er gebeurt, gebeurt er. Maar ik ben weg bij de eerste keer en ik zie wel wat er gebeurt. Of is het zo simpel? Nee, niet zo. Maar ja, de Tour, joh, de Tour, dan kijk je heel je leven uit om die te rijden. En dan, ja, de Tour kun je toch iets extra's. Ja, heb je een beetje een gevoel van unfinished business na vorig jaar? Droom je van bolletjes rijden die dansen voor je ogen? Ja, ik droom van zoveel in de Tour. Tour is een grote droom, hè. Dus je kunt zoveel mooie dingen presteren daar. Toen alleen een bolletjestrui te wezen, maar je kan ook... Etappetje. Maar goed, die bolletjestrui die is je natuurlijk wel ontnomen door jouw nare val vorig jaar. Dus ik kan me voorstellen dat je daarop wil revancheren. Als ik hem zou kunnen pakken, zou ik hem niet laten. Maar dit is daar zo'n debuut, hè. Ja, eventjes om in Nederlandse sporten. Als we een keertje succes hebben, de keer daarna gaat het waardeloos. Hè? Die voetballers, die tweede op het WK en nu echt helemaal niks. Werkt het bij jou anders? Je hebt zoiets, het succes van de vorige keer geeft me alleen maar meer kracht. Ja, volgens mij heb ik niet zoveel succes gehad voor de keer wel. Dus dan zou ik sorry, je was natuurlijk wel de held, hè. Je was wel de enige Nederlander die elke keer erbij zat. Ja, goed, je had pech, maar dat kan iedereen gebeuren. Maar het was toch wel... Ja, maar ik ben toch niet helemaal tevreden voor het jaar, hoor. Ik zou dit jaar toch wel beter moeten. Oh, maar zeg eens even, heb je het gevoel dat je dan zelf iets verkeerd gedaan hebt? Nee, dat niet. Maar ja, vorig jaar heb ik niet kunnen laten zien wat ik eigenlijk wilde. Dus dat wil ik dit jaar wel. Nee. Precies. En voel je nu een beetje, je wordt natuurlijk overal aangeklampt als de held die vorig jaar uit het prikkeldraad herrees. Ben je een beetje een held tegen wil en dank voor je gevoel? Ja, eigenlijk wel. Vind je dat vervelend? Soms wel, ja. Ja? Je zou liever de held willen zijn omdat je de Tour wint natuurlijk. Ja, dat lijkt me een understatement. Ja. Ja, ja. Ga je daardoor ook met een ander gevoel naar de Tour dit jaar? Nee, niet echt. Ik weet wat het hele circus inhoudt. Hè. Dus het is anders dan vorig jaar. Hè. Misschien wat ontspannender. Dan haal je eigenlijk als een klein kind de snoepwinkel in. En je weet niet wat er te wachten staat. En nu weet je eigenlijk wel hoe het allemaal een beetje werkt. Het is geen groot gekkenhuis dan in Frankrijk. Ja. Hey, ja. Maar Johnny, luister eens. Ben je nou ook voorzichtiger? Of is dat het woord niet? Nee, ik ben niet voorzichtig. Je blijft gewoon er hard in vliegen, want anders lukt het toch niet. En ik zie die afdalingen wel eens en denk, mijn god, ik had nooit... Ja, ik ben nooit ingehaald in afdalingen, maar... Maar het wordt ook steeds gevaarlijker, lijkt het wel, elk jaar, of niet? Ze maken het steeds enger. Ja, thuis dan is het meestal enger. Als je thuis op de tv dat ziet, en dan denk je soms van... Jezus, wat doen die gasten? Maar op de fiets is dat toch anders. Ja? Ja, op de fiets zie je die angst misschien... Gewoon ogen dicht in gaan. Ja. Nee, ik vind het allemaal hele dunne bandjes en hele akelige bochten. En dat ik echt denk, die dingen schudden en die raggen heen en weer die fiets. Dat je echt ziet, hoe blijf je die kracht op de weg brengen? Ik vind dat wel knap, hoor. En dat is dus helemaal niet zo eng als het lijkt. Nou ja, ik vind het niet zo eng. Soms dan kijk ik op mijn kilometerteller in de afdaling en dan zie ik 95 staan of iets. Dan denk ik er al van, dan moet het toch niet te hek veel misgaan. Nee, precies. Dan heb je er niet zo heel veel ruimte voor foutjes. Want anders is het gewoon rechtdoor en zijn Pontiac tikte nog. Maar Johnny was de master. Of niet? Ja, maar kan inderdaad niet te veel misgaan, nee dan. Nee, hey, en Johnny, in de Tour hebben we dit jaar de beste Nederlandse afvaardiging in 20 jaar tijd. Hoe is het mogelijk dat jongens uit Zeeland en Overijssel en Groningen zo goed tegen de berg op kunnen fietsen? Ja, goede vraag. Ik zou het ook niet weten. Nee, jij moet het weten. Aanleg te maken hebben, zeker. Wat zeg je? Het zal toch iets met aanleg te maken hebben, waarschijnlijk. Ja?
Is het gewoon toeval? Het is niet dat we er hier zo goed op kunnen trainen. Nee, precies. Wat zeggen, hoe kom je daar dan achter, joh? Je denkt, ik fiets lekker naar school. Nou, ik ben wel sneller op school dan de meeste anderen. En op een gegeven moment is het heuvel op. Denk je, nou, dan blijven ze helemaal ver achter. Of, ja, je gaat wedstrijden rijden als je jong bent. En dan zie je dat snel genoeg of dat er een beetje bij de hopjes is weggelegd voor je of niet. Ja. Ja, ja, want jij komt uit Zeeland, hè, toch? Ja. Hoe heb je dat dan waar ging je oefenen? Waar ging je bergjes oefenen? In de Ardennen. Ah, ja. Of in Limburg. Ja. Hé, hey, maar er ligt nu wel een hele zware druk op je nou, Johnny, want ik voel dat niet zo op. Nee, echt niet. Nou ja, het EK is verschrikkelijk mislukt. We hebben bij de Olympische Spelen anderhalve hockeyer en een zeiler, geloof ik. Dus het moet echt van jou komen. Dat als dit deze sportzomer nog een succes wil worden. Ja. Maar we zijn met 18 mannen, dus okay. Dat komt wel goed. Dat er genoeg zijn die ja? wat kunnen laten zien. Maar ik wil zelf, is wel, als ik dat zou kunnen doen natuurlijk, het EK... verdriet wegpoetsen. Ja, dat is wel de verwachting. Als we dan terugkijken straks met de kerstmis, de terugblik op het sportjaar, en dan krijg je dus 10 minuten de vreselijke EK. En minstens een half uur Johnny Hogeland, die als een hinder tegen die bergen opgaat. En gewoon nou, tweede in de Tour wordt. Laten we het hopen. Ik zou mijn tweede plaat al heel tevreden zijn, hoor. Ja, dat denk ik ook. Wie gaat het winnen? Wie gaat het winnen, Johnny, denk je? Ja, ik weet het echt niet. Ik hoop een Nederlander. Maar ik denk dat Wickens wel de grootste kans hebben is. Ja? Ja. Ja, en dan nog even die waar komt die ineens vandaan dan? Want dat is niet de naam die ik de afgelopen paar jaar echt veel gehoord heb. Of ben ik nou? Nou, hij heeft de laatste 2-3 jaar toch heel veel grote koersen gewonnen. Doet hij wel weer. Maar de Tour en de Schlek jongens, dat wordt hem niet dit keer? Ik denk het niet. Het zijn sowieso geen jongens. Hè. Dat is de mij niet meerijden. Dat is de mij niet meerijden. Oh ja, dat is Andy. Ja. Kunnen ze het wel zonder elkaar? Ik weet het niet. Ik zou het eigenlijk niet weten. Dat gaan we zien. Ja, hey, maar Jan, ik wil nog even wat vervelends vragen. Dan moet ik natuurlijk met een wielrenner aan de telefoon. Dan moeten we natuurlijk even hebben over doping. Hey, dat blijft het wielrennen toch een beetje achtervolgen. Onlangs kwamen er weer verhalen uit de oude dopingdoos hè, naar boven. Omtrent Armstrong en Rabobank. Vind je dat? Word je daar helemaal kotziek van? Ja, het is slecht voor de wielersport, hè. Maar mm-hmm. Ik heb wel zoiets van ja. Als Armstrong al op 7 keer die Tour heeft gewonnen op een oneerlijke manier. Dan is dat niet goed. Dan mogen ze van mij die Tour zegens ontnemen. Aan de andere kant, ja, hij heeft zoveel controles gehad. En hij is dan nooit positief geweest. Dus ja. Ja, ja, maar en bij Rabobank ook, dat verhaal wordt steeds opgerakeld. Maar dan denk ik van ja. Bewijs het dan. Echt bewijs is, hoort het dan op tafel. Want ik heb het nog nooit gezien. Hoor je alleen iemand die wat zegt. Ja, ja je hebt gelijk ook. Hé, hey, maar vakantie is helemaal clean, hè, natuurlijk. Ja, volgens mij hebben wij nog nooit gezien. Daar rij jij natuurlijk mee rond. En dat zijn natuurlijk hele goede jongens en dan. Wij zijn ook al lieve jongens. Ja, natuurlijk. Zo mag ik het graag horen. Nou ja. Ja, ik vind het ook een heel moeilijk onderwerp. Hoor. Doping. Jan vindt het een beetje eng. Nee, ik ben er wel benieuwd naar, want ja, het blijft natuurlijk terugkomen. Maar goed, die wielersport is natuurlijk zo verveld geweest, letterlijk en figuurlijk. Daar ben je natuurlijk niet zomaar van af. Maar hoe is het nu? Hè? We krijgen al die verhalen uit de oude doos. Maar hoe stijf staat de Tour dit jaar van de doping, denk jij? Ik denk dat ik ben nu 4 jaar prof. En ik denk dat ik op het juiste moment prof ben geworden. Want ik heb eigenlijk in die 4 jaar nooit echt gekke dingen gezien. En in die 4 jaar zijn er, ja, er zijn natuurlijk altijd wel positieve testen. Maar in die 4 jaar heb ik nooit dingen gezien dat ik dacht van... Goffer, dat kan niet. Eigenlijk, nee, ik denk dat het de wielrennerij... Ik zeg niet dat het helemaal clean is, maar ik denk dat het steeds schoner wordt. Ja? Ik hoop het toch in ieder geval. En jij Johnny, heb jij... ja, je weet wel. Ik heb nog nooit gepakt... Zo nee. Mogen we het horen. Hè? Dat, nee. Dat David Miller, die is wel gepakt, maar die mag nou toch naar de Olympische Spelen. Hoe vind je dat dan? Moeten we vergevingsgezind zijn? Of zeg je nee, eenmaal gepakt is van die fiets af en op sodemieteren? Aan de ene kant heb ik zoiets van iemand die zijn straf heeft uitgezeten. Die mag weer koersen. Want ja, als iemand 6 man de rijontstelling krijgt omdat hij te veel gedronken heeft. Dan mag hij toch ook weer in de auto stappen. Ja, dat is misschien een hele rare vergelijking, maar... Nee, ik vind het heel raar als iemand 2 jaar geschorst wordt en daarna wordt hij nog erop. Ja, hij is geschorst, heeft een fout gemaakt en mag na 2 jaar koersen. Dan moet je er ook niet meer over zeiken, want anders moet dus iemand levenslang schorsen. Want dan hoeft hij niet meer terug te komen. Je hebt gelijk ook, Johnny. Hartstikke fijn. Kom je na de Tour nog een keertje bij ons langs om te vertellen hoe gaaf het was om boven op die berg te winnen? Lijkt me leuk. Nou, gezellig. Gezellig, Johnny. Helemaal goed. Nou, wensen we jou onwijs veel succes. Pak ze, laat die Nederlandse leeuw brullen namens ons allemaal. Laat ons hartje weer een beetje kloppen. Is goed, ik doe mijn best. Oké, Johnny. Oké, dankjewel. Slaap lekker. Hoi. Doei. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Allemachtig en alweer mislukt er een klimaattop. Dit keer in Rio. Is het nou een ramp?
voor het eindelijk lekker weer in onze stranden. Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling... het milieu redt het prima zonder boomknuffelaars. We hebben een beller, Bauke Bos. Hey, goedenacht. Goedenacht, Bauke. Wat is jouw stelling? Ja. Mee eens. Jij bent geen boomknuffelaar. Nee, natuur is mooi, maar je kunt er niet zoveel mee. Nee. Nou, je kan het opeten, afvikken, best wel een ander mee te doen hoor nog. Ga je het helemaal niet hebben over die leraar in Helmond vandaag, Bauke? Nou, hij vond het leuk. Meneer Greefraat. Meneer Greefraat. Ja, meneer Greefraat vond het leuk. Daar ben ik blij om. Heb je hem liefst gedaan voor mij? Ik heb hem via via de groetjes gedaan. Doe maar, geef hem maar een dikke pakkert. Hartstikke bedankt. We gaan naar Henkie. Henkie, hallo. Even wachten. Ja, met Henkie. Hey Henkie, wat een mooie naam. Heet je echt Henkie? Ja, ik heet echt Henkie, ja. Henkie, de derde. Hey, maar luister, die natuur redt zich prima zonder die mensen. Die mensen moeten zich helemaal niet bemoeien met die natuur. Laat ze lekker gaan en zo. In plaats van een beetje met bomen staan te kloot voor je olie of zo. Ja, en gewoon laten gaan, niet meer bemoeien, niet van plukken. Laten gaan die handel. Komt allemaal goed. Fijn bedankt, Henkie. Niet ingrijpen. Wat een geleuze. Ja, Jasper, Jasper. Daar ben je dan. Vertel nou eens even, wat is die man die ik van jou trouwens moet uitnodigen in de show? Tom Anders van de Libertarische Partij. Ja, Tom Anders. Kun je iets uitgebreid... Tom Anders is volgens mij een clown, maar... Nee. Wat? En dood. Maar goed, maar nee. Twan Manders heet hij, hè? Twan Manders van de Libertarische Partij. Wie is dat en waarom moeten we hem uitnodigen? Nou, de vorm van de Libertarische Partij. En de Libertarische Partij nou voor het eerst sinds 1994 meegedoen met de verkiezingen. En die nog wel eens voor de broodse verrassing kunnen zorgen. Wat is dat? Wat? De Libertarische Partij? Ja. Snel, we hebben nog weinig tijd. Vertel. Hey, de enige partij die een beetje, die echt liberaal is, om het zo maar te zeggen, in Nederland. Dankjewel, Jaap. Tot volgende week. Wat een geleuter. Goed, Joop, even een moment kalm. Joop, ben je daar? Ja, maar in ons milieu, daar gebeuren al zoveel liquidaties. Misschien moeten we die bomen maar gewoon omarmen. Heel goed, het milieu, grapje, het crimineel milieu bedoelt je open. Hebben liquidaties aan bomen zijn dan misschien wel gezellig. Hartstikke bedankt voor het nieuws. De naneuk. Nou. Ik vond het wel jammer dat je Joop er zo snel uitgooide. Ik ja, het was een erotisch klikje met Joop. Nou ja, knuffelen, boomknuffelen, het is toch... Keiharde. Het ging een beetje door op het thema van vanavond. Ja, heel goed bezig. Word jij een beetje opgewonden van bomen? Nee. Nee. Strand vind ik ook akelig. Zand tussen je tenen en je bil, na het allemaal niet leuk. Maar waar jij wel heel erg opgewonden van wordt, Jan, denk ik, is dat wij volgende week Mona Keizer te gast hebben. Ik in ieder geval wel, ik heb er zin in. Nou, ik er zin in heb. Ik heb ook zin in bed te gaan nu ook. En voetballen was ook al stom. En moeten we die stomme penalties wachten en zijn een kwartier kwijt. Ik vind het helemaal niet. Het is helemaal niet meer goed gekomen met me de hele avond al. Jan, ga gewoon lekker naar bed. Wat rust allemaal. Hoofd op het kusje, slaap lekker. Doeg. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Maar als we kijken dat 1 op de 10 vrouwen gewoon niet klaarkomt... en 40% geen plezier heeft in seks... dan zeg ik, nou, laten we een paar taboes doorbreken. Nou ja, precies, maar ben je dan niet een beetje... Je hebt gelijk namelijk, ga ik nu zeggen. Zou je toch zeggen... Nou ja, maar echt, ja. Jongens. Dames en heren, jongens en meisjes, dit is vanavond echt gebeurd. Ik heb het eerlijk moeten toegeven. Jojo, ik aan de berg. Een unicum. Gelijk.